Welkom in de Work Happy podcast. Ik ben David van Hartskamp, CEO van Lead Healthcare. En onze missie is meer werkgeluk in de zorg. Ik maak deze podcast om mensen te inspireren regie te nemen over hun eigen geluk. En wat voor mij net zo belangrijk is, is om ook organisaties te inspireren om bij te dragen aan het geluk van hun werknemers. Ik gebruik daarvoor als leidraad de Wheel of Life. Je kunt hem hier in beeld zien. Mijn vorige podcast met David de Kok ging echt over het onderdeel spiritualiteit. Deze keer doe ik de podcast met Leo van Woerden en gaat het veel meer over het onderdeel gezondheid. Leo is neurowetenschapper, biohacker en slaapexpert. En wij duiken samen echt even heel diep die slaap in. Wat ligt er nou allemaal ten grondslag aan slaap? Wat zijn tips om goed te kunnen slapen of te kunnen doorslapen? En welke hersengolven hebben hiermee te maken? Heel veel kijk- en luisterplezier. Zo, Leo, welkom in de Work Happy podcast. Dank David. Leuk om hier te zijn. Ja, zeker. Hey, ik vroeg jou van tevoren om mij een nummer te sturen. Een liedje waar jij echt, waar je echt een goed gevoel van krijgt. Wat echt wat voor jou betekent. En toen kwam je met het nummer van, ik kijk heel even hoor, Fairy Ultra en The Homeless Funkers. Why did you do it? Ja. En dan best wel even een tekst, hè? Want, ja. You hit me with a hammer. Wat, precies. Ik had een heel ander nummer verwacht natuurlijk. Dus vertel. Ik vond het een hele mooie vraag. En ik moest daar ook over nadenken. Kijk, ik ben muzikant, ik luister waanzinnig veel muziek. Ja. Maar dit is een nummer dat op een of andere manier heb ik heel veel geluisterd de laatste tijd. En het heeft ontzettend bij mij geresoneerd. En het is ineens opgekomen. En ik ben het gaan luisteren toen ik eigenlijk... Ik had een start-up en daar ben ik op een gegeven moment best wel mee onderuit gegaan. Mm-hmm. En ik had daarvoor voor de start-up mijn baan opgezegd en een nieuwe weg ingeslagen als een avonturier. En op een gegeven moment zat ik op de bodem, financieel zat ik op de bodem. Mentaal zat ik er echt doorheen, want het lukte niet goed. En dit nummer ben ik toen steeds meer gaan luisteren. Ik weet niet, hij kwam gewoon in mijn Spotify-lijst naar voren. Maar ik vond het een heerlijk nummer. Ja. En toen jij het vroeg, ben ik nog eens even goed naar die tekst gaan luisteren. En toen kwam ik echt tot de conclusie, dit nummer gaat voor mij helemaal over verantwoordelijkheid. Oké. Why did you do it? Yeah. En het mooie is dat het lijkt zeg maar te wijzen naar anderen. Mm-hmm. Maar ik vond het heerlijk om dit in de auto zelf keihard mee te zingen. Ja. En als je in de auto zit, dan is er natuurlijk maar één iemand die jou hoort. Dus of je nou schreeuwt naar anderen in het verkeer of een beetje boos bent of leuke dingen zegt tegen jezelf. Je hoort het vooral zelf. En uiteindelijk heb ik gewoon me gerealiseerd dat ik vind het gewoon heel belangrijk om verantwoordelijkheid te nemen voor alles wat ik doe in het leven. Ja. En voor mij was de conclusie, oké, ik zit er nu even doorheen, maar ik heb dit gewoon ook allemaal over mezelf afgeroepen. Ik ben deze weg ingeslagen. Kortom, leren ervan en doorgaan. En uiteindelijk heb ik ook, terwijl ik het nummer heel veel luisterde, is het ook helemaal omgedraaid en zijn er ontzettend veel mooie dingen gebeurd. En is het ook weer helemaal goed gekomen en gaat het nu fantastisch. Ja, mooi. Wat was een keerpunt voor jou dan? Was dat in de auto tijdens dit nummer, dat het allemaal toch weer omdraaide? Ja, dus wanneer het precies was, weet ik niet. Maar ik heb op een gegeven moment besloten, toen ik eigenlijk de start-up, mijn compagnon die wilde eruit. Die zei, ja. Ik stop ermee. En toen dacht ik, oh jee, al mijn spaargeld zit erin. Ik kan geen kant uit, er komt geen winst uit. Dus toen ben ik dingen voor mezelf opgeschreven van, weet je wel, ga ik weer solliciteren? Wat ga ik doen? Mm-hmm. Maar toen heb ik vooral ook met een bekende van mij coachingopleiding ook weer gedaan. En ben ik steeds meer gaan coachen. En toen heb ik op een gegeven moment met mijn collega coachie gesprek gehad. Mm-hmm. En toen is mijn proces begonnen van radicale eerlijkheid naar alles en iedereen. Ah. Vooral naar mezelf. Maar ik heb toen besloten,
het enige wat ik nog ga doen, ik heb niks meer te verliezen. Ik ga gewoon alleen maar iedereen vertellen waar ik echt in geloof. Want mijn compagnon die vond bepaalde dingen die ik deed, zei hij van, nou, dat moet je niet doen, want dat gaat niet lukken met de start-up. Dus je snapt, als het allemaal niet lukt, denk je ook van, ik heb het verkeerd gedaan. Maar ik heb toen besloten, ik ga gewoon doen waar ik in geloof. En dat is wat ik met iedereen ga delen. En ik ga me openstellen voor alles wat er gebeurt. En waar geloof je echt in? Nou, ik heb een filosofie die gaat over hoe gezondheid werkt en waar vitaliteit over gaat en wat daarvoor nodig is. Ja. En daar ben ik gewoon heel open en eerlijk met iedereen over gaan spreken. En je hebt daar een filosofie over, maar je hebt er ook een behoorlijke achtergrond in, hè? Want je hebt neurobiologie gestudeerd. Ja biomedische wetenschappen met specialisatie neurofysiologie. Ah, ja. Ja, dus was in the word, ja. Maar ja. Ja. Dat ben ik, dus in neurofysiologie, omdat zeg maar, dat gaat echt over de communicatie tussen cellen. Ja. En dan, the sum is more than its parts, kun je zeggen. Maar toen ik dat voor het eerst leerde, daarmee bekend raakte, toen had ik het idee, wauw, weet je wel, hier gaat echt die elektrochemische batterij van het leven aan. En dat vond ik fascinerend. Dat heb ik nooit losgelaten. Ja. Ja, en dat is echt een onderdeel geworden ook van je filosofie. Die wetenschappelijke achtergrond. Zeker, ja, de wetenschappelijke achtergrond. Maar ik vind het juist ook mooi om de westerse wetenschap ook te combineren en ook te leren van bijvoorbeeld Oosterse wijsheden en alles wat ertussenin. Ik wil graag daar open in. Mm-hmm. Maar zeker omarm ik daar de wetenschap heel erg in. Ja. Ja. Hey, en dus ja, je hebt even een moment gehad dat je echt, nou ja, rock bottom geraakt. Toen heb je eigenlijk weer een grote stap naar voren gemaakt. Een grote sprong voorwaarts. Wat ben je toen gaan doen? Ik ben om te beginnen gewoon met iedereen gaan praten over waar ik mee bezig ben. Over vitaliteit. Mm-hmm. Waar ik in geloof. En in een paar maanden tijd van rock bottom zijn er allemaal dingen gebeurd. Dus uiteindelijk heb ik de start-up voor het grootste gedeelte over kunnen dragen. En het bedrijf dat het over heeft genomen, daar ben ik nu ook werkzaam voor. Dus ik ontwikkel nog steeds supplementen. Okay, het mooie is dat zij juist mijn hele complete filosofie hebben omarmd. Mm-hmm. Dus dat is één stuk. In die tijd. En waar ontwikkel je supplementen voor? Welke thema's? Voor het brein. En daarvoor is slaap cruciaal. Mm-hmm. En de filosofie is eigenlijk, kijk, in de wereld van stoffen hebben we natuurlijk medicijnen en we hebben voeding. En er zit een heleboel tussen. Maar medicijnen zijn vaak, zeg maar, de bedoeling, of tenminste, die werken vaak dat ze symptomen bestrijden. En je krijgt vaak, zeg maar, zoals ik dat noem, een eindproduct. Zodat je een heftige, potente werking hebt. Mm-hmm. En waar ik in geloof is dat als je kijkt hoe het lichaam in elkaar zit en het brein, dat je goed moet kijken van hoe worden stoffen aangemaakt. Hoe worden ze doorgegeven? Waar moeten ze terechtkomen? En dat kan dus alleen maar met een holistische aanpak kun je daar, zeg maar, ja, echt iets in doen, in mijn optiek. En wat is een holistische aanpak? Dat je dat je alles belicht. Of alles, dat je in ieder geval alles wat er voor nodig is om vitaal te kunnen worden, dat je dat meeneemt. Heel simpel, je moet gewoon gezond eten. Mm-hmm. Dus dat betekent dat het fundament is. Dan zijn er nog stoffen die je extra kunt nemen, die bepaalde aanmaak van stofjes in jouw brein nog versnellen of boosten, om het zo te zeggen. Maar je zult ook gewoon dingen moeten doen. Ja. Dus als jij de hele dag stil zit, heb je belang bij dat je ook in de sportschool beweegt. En heel simpel, op het moment dat je gaat slapen, ja, je kunt nog zo'n fantastisch supplement ontwikkelen. Mm-hmm. Maar op het moment dat je sloten koffie na het eten nog achterover werkt. Mm-hmm. En in een fel scherm zit te turen, ja, dan ga je nooit goed slapen. Ja. Tenminste, dan is de kans groot dat het niet lukt. Ja, want je ontwikkelt supplementen. Maar je bent ook slaapcoach. Ja, precies. Dus enerzijds inderdaad ontwikkel ik nog steeds supplementen, maar een belangrijk deel van mijn werk is het ontwikkelen van talks, trainingen, workshops. En om, zeg maar, groepen te inspireren, te motiveren, tot actie aan te zetten, tot echt het individu, om die te coachen inderdaad,
zodat zij de juiste stappen kunnen ondernemen om gezond te worden. Ja, en goed slapen is daar een belangrijk onderdeel in. Ja, dus ik ben natuurlijk nu slaapexpert geworden. En dat was echt helemaal nooit de intentie. Ja. Ik vond slapen vroeger volstrekt niet belangrijk. Ik deed het liefst zo min mogelijk. Ja. Ik was de koning in laat opblijven, lang doorwerken, lang studeren. Of lang doorwerken of zelfs gewoon op stap. Maar toen ik iets wilde ontwikkelen, zeg maar, om het brein optimaal te laten functioneren. Mm-hmm. En daar gewoon in ben gaan studeren. Ja, toen kwam ik tegen het slaaponderwerp aan. Van, oh ja, slaap is niet een soort van nice to have. Dat is een absolute must have. Ja, we hebben 24 uur in een dag. Ja. En ja, de meeste mensen die zeggen toch wel 8 uur slaap, dat moet je hebben. Ja. Dus dan hebben we 8 uur slaap en dan hebben we nog 16 uren waarin we andere dingen kunnen doen. Ja. Maar hoe kunnen we nou onze slaap verbeteren? Ik denk dat is toch iets wat ik heel veel omheen hoor. Mensen die bijvoorbeeld moe wakker worden of niet goed in slaap kunnen vallen. Ja. Ik zelf ook overigens wel eens hoor. Of ik heb zelf de laatste tijd best wel veel. Dat ik 's nachts wakker word rond een uur of vaak 3:30. En dat soms dan lastig vindt om weer in slaap te vallen. Oh ja. Heb jij, kan je ons als expert daar wat over vertellen? Ja, daar is natuurlijk heel veel om te doen. Ik hoor het ook heel veel. Er zijn genoeg mensen die enerzijds zijn er veel mensen die zeggen, joh, ik wil eigenlijk niet zoveel slaap, vind ik zonde van mijn tijd. Okay. En zo gaat het ook vaak bij jongere mensen in het begin van het leven. Willen mensen natuurlijk heel veel uit het leven halen. En het leven is veel te leuk. Uitdagingen, ambities. En daardoor creëren we eigenlijk al de gewoontes van het skippen van slaap, om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. En verder, hoe ouder mensen vaak worden, hoe lastiger het ook nog wordt weer om juist te gaan slapen. Terwijl ze dan vaak ook weer meer willen. Ja, die balans die lijkt een soort van om te keren dan. Ik weet nog wel, vroeger als ik dan wel eens een wijntje dronk, toen ik 24 was of zo, dan had ik voor mijn gevoel sliep ik dan fantastisch. Ja. Nu word ik sowieso 's nachts wakker als ik een paar wijn heb gedronken. Ja, dus daar noem je al een van de belangrijkste. Want inderdaad, er zijn heel veel stoffen die we innemen. Etenswaren, drinkenswaren. Ja. Die gewoon een soort van booby trap vormen voor slaap. En alcohol is daar wel degelijk een van. Kijk, alcohol staat wel bekend om als een slaapmutsje. Maar als je bijna nooit alcohol drinkt en je neemt 1 borrel, dan wordt de kritische kant van het brein wordt wat minder kritisch, kun je stellen. Mm-hmm. En daardoor zou je wat makkelijker in slaap kunnen komen als je te veel mentale stress hebt. Dus daarvoor kan een borrel, daarom staat hij zo bekend. Maar eigenlijk gaat het al heel snel mis. Dus geregeld alcohol nuttigen of meer dan een borrel, dan laten de studies zien dat het volstrekt tegen de slaap inwerkt. En mensen dus vaak wakker worden, juist 's nachts. Ja, zijn er nog meer dingen waar je van zegt, nou, dat kan je beter niet doen als je gaat slapen? Ja, dus het zit hem eigenlijk in de combinatie van alles wat je via je mond naar binnen brengt. Mm-hmm. Daar wil je enerzijds dat het dus niet een booby trap is voor het slaap. Mm-hmm. Cafeïne is daar belangrijk in. Alcohol. Maar tegenwoordig zeg ik het nou zo. Alles wat je in de regel gepresenteerd krijgt vlak voordat je de rekening krijgt in een restaurant waar je heerlijk hebt gegeten. Ja. Nou, wat krijg je dan? Toetje. Precies, dessert. Vol met suiker bijvoorbeeld. Ja. En wat nog meer? Ja, een bakje koffie en eventueel een cognacje erbij. Ja, precies. Ja. Die zaken. Ja. Oh ja, en wat ligt er vaak op zo'n houten plankje? Een zacht kaasje. Ja, precies. Ja. Ja, nou, dan heb je eigenlijk zeg maar de grootste boosdoeners wel te pakken. Ah. Dus het is natuurlijk bijna grappig te noemen dat we juist dat altijd aan het einde van het diner doen. Maar dat zijn precies dus de transvetten, de verzadigde vetten, suiker, cafeïne, alcohol. Dat zijn echt wel de grootste slaapkillers, om het zo maar te zeggen. En, dus die wil je gewoon niet voor je slaap hebben. Die wil je op de juiste manier timen. Dus ja, exact. Timing. Eigenlijk spreek ik altijd van timing en ritme. Ja. Dus op het moment dat je de boel goed timet, dan kun je goed slapen. Dus zou je dat allemaal in het begin van de dag nemen, dan zul je er voor je slaap niet zoveel last van hebben. Dus tot wanneer kan je nou toch een kop koffie drinken, zeg maar? Want dus dat wisselt het wel enorm. Bijvoorbeeld koffie breekt je veel minder snel af dan alcohol bijvoorbeeld. Oké. Okay. Dus cafeïne, ik zeg koffie, maar ik bedoel eigenlijk cafeïne. Ja. Cafeïne heeft een halfwaardetijd van 4 tot 6 uur. Mm-hmm. Dus dat betekent dat de helft, dus als je een dubbele espresso drinkt, heeft je lichaam 4 tot 6 uur nodig om 1 espresso af te breken.
Dus het blijft heel lang in je bloed zitten. Ja. Oh ja, maar wat wel interessant is, dat cafeïne, dat staat natuurlijk enerzijds dan ook, zoals ik het ook noem, kent als een slaap probleemveroorzaker. Mm-hmm. Terwijl cafeïne, als je het juist in de ochtend neemt, kan het op zich de slaap nog wel bevorderen indirect. En dat heeft te maken dat, waarom vinden we cafeïne prettig? Omdat het ons een gevoel geeft van energie. Mm-hmm. En dat zit er met name in dat het stofje wat in ons brein vrijkomt, als de cellen verbranden, dan creëren we een afvalstof. Dat heet adenosine. Mm-hmm. En cafeïne zit nou eenmaal precies op dezelfde plek in het brein, op dezelfde receptor, gaat erop zitten als waar adenosine op hoort te zitten. Mm-hmm. Maar het duwt eigenlijk adenosine van de receptor af, waardoor je brein, die ziet dat stofje niet. Mm-hmm. Maar dat stofje adenosine maakt nou net dat je het slaapgevoel krijgt. Dus wanneer je denkt, oh, ik kan mijn ogen niet open houden, of je voelt die slaapdruk, dat komt met name door het stofje adenosine, wat dus een afvalproduct is van de verbranding van cellen in het brein. Ah, oké. Ja. En cafeïne gaat erop zitten, maar op een gegeven moment is cafeïne moe. En dan gaat het van de recepten af. En dan, ja, die berg van adenosine die wel opgestapeld is gedurende de dag, die overspoelt dan al die receptoren, waardoor je dan in één keer een enorme downer krijgt. Ja, precies. Ja. Alleen het voordeel is van cafeïne, dat daardoor maak je wel meer van die kanaaltjes aan, die receptoren. Mm-hmm. Dus je hebt wel een gevoeliger brein voor dat afvalstofje. En dat afvalstofje adenosine maakt nou net wel dat je dieper gaat slapen. Ah, okay. Dus indirect kan koffie op zich nog wel helpen. Dus voor slapen. Tot hoe laat ongeveer kunnen we nog koffie drinken volgens jou? En vanaf wanneer wordt het echt nadelig voor onze slaap? Nou, ik zou zeggen, hou u zeker een uur of zes aan voor je laatste kop koffie. Of met je laatste kop koffie totdat je gaat slapen. Ja. Dus tot een uur of twee, drie, zoiets. En eigenlijk drink ik in de ochtend koffie en eigenlijk in de middag niet. Nee. Daarna sowieso niet meer. En hoeveel koppen koffie kan je drinken zonder nadelige resultaten 's nachts? Ook dat wisselt per persoon. Mm-hmm. Maar misschien moet je het een beetje anders belichten. Hoeveel heb je nodig? Je hebt niet veel nodig. Mm-hmm. Dus eigenlijk als je één of twee koppen koffie drinkt in de ochtend, mm-hmm, ja, dan is dat voldoende. Veel meer ga je niet heel veel meer energie uithalen, vrees ik. Ja. En wat is het dat koffie ons wakker houdt? Waar komt het eigenlijk door? Ja, dat heeft dus met name te maken dat je die stof adenosine blokkeert. Dus je ziet, je brein detecteert niet dat je moe bent. Dus dat wij bijvoorbeeld, laten we het dan misschien even hebben over slapen. Slapen, mm-hmm, ben ik ook alleen maar gaan bestuderen, omdat het nou eenmaal het mechanisme van het brein is. Mm-hmm. Om je gezond te maken, de groei te kunnen faciliteren. Mm-hmm. Daar heeft het gewoon een aantal mechanismes voor. Dus jouw cellen in je brein, doordat we leven, die zijn continu calorieën aan het verbranden. Mm-hmm. En als er iets verbrandt, dan creëren we afvalstoffen. En een daarvan is dus adenosine. En het brein gebruikt dat kennelijk als signaal van, oké, ik moet die afvalstoffen wegspoelen. Ja. En dat wegspoelen gebeurt in je slaap. Dus eigenlijk is het niet anders dan dat je brein geeft gewoon een signaal of, jongens, het is tijd om te gaan spoelen. En dat is wat wij slaap noemen. Ja. En cafeïne, die maakt dat je dus niet ziet dat het tijd is om te spoelen. Je denkt, oh, ik voel me nog prima. Ja. Maar daar mag je van cafeïne bijvoorbeeld niet zeggen dat je energie van krijgt. Nee. Je mag alleen maar zeggen dat het een gevoel geeft van energie. Ja, exact. Hey, en alcohol dan? Wat doet alcohol dan bijvoorbeeld? Waarom is dat zo nadelig voor onze slaap? Alcohol, er zijn studies naar gedaan dat, mm-hmm, als je alcohol in je lichaam hebt, dan leidt dat tot, zeg maar, micro-awakenings. Mm-hmm. Dus je valt in slaap. Je hebt het gevoel dat je echt in één keer weg bent. Maar wat we dan zien als je mensen gaat meten, dat ze kort even wakker kunnen worden. Mm-hmm. En dan weer vallen ze weer in slaap, worden ze weer kort even wakker. En dan zou je kunnen stellen, is dat dan erg? Nou, wat we dan eigenlijk zien is dat het lichaam niet een goed slaapproces kan doorlopen. Mm-hmm. Ja. Ja. En wat is een goed slaapproces dan? Ja, dat is een goede vraag inderdaad. Want misschien zijn we wat de diepte ingedoken. Maar als je kijkt naar hoe werkt het slaapproces? Mm-hmm. Want we zien slaap, hè? Tenminste, zeg jij maar hoe je slaap ziet. Mm-hmm. Is slaap. Wat is voor jou slaap? Nou ja, kijk, ik meet ook mijn eigen slaap. Hè? Dus ik ben er wel al een tijdje mee bezig om te kijken van hoe kan ik beter slapen.
En wat ik in ieder geval in de app heb staan, hè, van het device wat ik dan gebruik. Ik gebruik de Whoop. Mm-hmm. Maar dan zie ik dus lichte slaap, diepe slaap en remslaap. Ja. En eigenlijk naar die slapen kijk ik dan. En dan, dan wil ik altijd dat mijn diepe slaap zo hoog mogelijk is. Ik heb het idee dat het goed is, maar ik weet niet wat jij daarvan vindt. Nou, precies. En dus jij weet er al best wel veel van. Maar wat ik altijd wel interessant vind, als je gewoon, we hebben het over slaap. Dat klinkt als zeg maar één ding, slaap. Ja. Terwijl als je dan gaat inzoomen, wat is het? Dan zie je dus dat het brein inderdaad, zeg maar, we hebben drie slaapstadia. Stadium 1, 2 en 3. Mm-hmm. En het remstadium. Dus je hebt lichte slaap, echte slaap en diepe slaap. Ja. En dan heb je het remstadium. Ja. Nou, die stadia van 1, 2 naar 3, die zijn al best wel verschillend. Mm-hmm. Want de lichte slaap, ja, dan lig je licht te slapen, zoals het woord al zegt. Je zit tegen het wakkeren aan. Mm-hmm. Maar hoe dieper je gaat, mm-hmm. Hoe dieper je weg bent, moeilijker wakker te maken bent. En als we kijken welke processen er dan gebeuren, ja, dat is echt magistraal. Mm-hmm. In de diepe slaap is het brein in staat om werkelijk maar elke cel in het lichaam onder de loep te nemen. Er eentje bij te bouwen. Of die cel te repareren. Of ervoor te kiezen om hem weg te nemen. Dat is in de diepe slaap. Dat kan allemaal in de diepe slaap. Dus geheugen. Heel veel regeneratie dus in die. Ja, regeneratie. Ja. Maar denk ook zeg maar aan groeien. Dus je testosteron wordt aangemaakt. Groeihormoon wordt aangemaakt. Gebeurt allemaal in die diepe slaap. En let wel, die duurt maar 1 tot 2 uur max per etmaal. Ja. Dus dat is een vrij korte periode waarin dus wel de belangrijkste processen doorlopen worden van onze gezondheid. Je immuunsysteem mm-hmm. wordt in balans gebracht. Dus je ontstekingsremmende en ontstekingsbevorderlijke processen, die worden in balans gebracht. Ja. Dat is cruciaal voor als je virussen wil verslaan, dan zijn die gewoon noodzakelijk om goed te kunnen reageren en virussen mm-hmm. te kunnen slaan, bacteriën weg te kunnen nemen of juist op te kunnen nemen. Mm-hmm. Dus, en dat gebeurt allemaal een hele korte periode van mm-hmm. diepe slaap. Ja. En zo'n cyclus van stadium 1, 2, 3 naar REM duurt 90 minuten ongeveer. Mm-hmm. Dus je doorloopt er in een nacht van 8 uur ongeveer 4 tot 5 van die cycli. Ah, oké. Okay. Dus in zo'n cycli van 90 minuten, daar kom je dus zowel in die fase 1, 2, 3 als REM terecht. Juist. En dat dan meerdere keren. Ik dacht altijd dat het dan gewoon in die 8 uur slaap, dat je dan eigenlijk maar 1 cyclus had. Ja. Maar dat is dus niet zo. Je hebt kortere cycli die steeds weer. Ja, precies. Het zijn cyclus van cycli van 90 minuten. Ja. Maar het wordt nog interessanter. Want we zeggen altijd, tenminste misschien herken je dat, de uren voor 12 uur tellen dubbel. Ja. Heb je daar wat van gehoord? Nou ja, ik weet wel dat als ik zeg maar een beetje under the weather voel bijvoorbeeld. En ik ga echt al om 9:30 in mijn bed. Juist. Ah, dan voel ik me bijna altijd de volgende dag weer beter. Exact. Ja. En wat zien we nu? Dat zeg maar normaliter heb je in de eerste 2 cycli mm-hmm. vooral diepe slaap. En heel weinig remslaap. Ja. Dus we dromen ook heel weinig in die eerste 3 tot 4 uur van de nacht. Mm-hmm. Want je droomt het meeste in de remslaap. En een klein beetje in de diepe slaap, in de andere fases. Mm-hmm. Maar naarmate die cycli dus vorderen, gaan we steeds minder diep slapen. En gaan we steeds meer remslaap krijgen. Okay. En die remslaap, daarin ga je ogen heel snel van links naar rechts. Mm-hmm. Je brein is heel hard aan het werk. Letterlijk veel calorieën aan het verbranden. Mm-hmm. En je bent zeg maar heel veel, of je bent hele andere zaken aan het doen als in de diepe slaap. Dus in je remslaap verbrand je ook meer calorieën? Ja, terwijl je in de diepe slaap heel weinig. Dus je energie haal je met name uit je diepe slaap. Ja. Terwijl de remslaap heeft een compleet ander doel dan het opdoen van energie. En wat is het doel van de remslaap? Ja, dus dit vond ik op een gegeven moment ook dacht, ik zat het te bestuderen en dacht van wow, dit is zo interessant. Van slapen kan altijd nog. Wow, slaap is dus een proces mm-hmm. waarin je alles afmaakt en optimaliseert van de dag. Ja. Dus overdag is het trainen, studeren. En 's nachts is het leren en implementeren. Ook een beetje werken, toch, overdag? Ja, trainen, studeren, maar dat is voor mij werken. Ja. Ben je ook aan trainen, studeren, toch? Ja. Precies. En werken, maar als je werkt, ben je eigenlijk ook dingen aan het trainen, toch? Ja, dat denk ik wel. Je bent dingen aan het oefenen en je bent dingen aan het bespreken. Ja. Dus je traint of jezelf of je anderen, of je aan het verkopen bent of ontwikkelen.
Maar wat ik dus zag is dat als je de diepe slaap, dan is het verankeren van geheugen korte termijn wordt lange termijn. En in die tweede helft van de nacht, waarin je steeds meer remslaap hebt, daarin ben je eigenlijk met wat je die eerste helft zeg maar, soort van hebt gebouwd, ben je in de tweede helft van de nacht veel meer bezig met het leggen van verbanden. Connecting the dots. Verlagen van emoties. Vooral angst. Dat gebeurt al in die tweede helft van de nacht. Dus als we dromen, dan zijn we vooral, zeg maar, ja, ik noem dat scenario's aan het testen. We zijn zeg maar alles wat we belangrijk hebben gemaakt in die dag en die dagen daarvoor. En wat we willen, de wensen voor de toekomst, onze angsten. Dat zijn we allemaal in één bak aan het gooien. En zijn we met elkaar aan het vergelijken. Wat bedoel je met dat emoties minder aan het maken? Want soms, ja, als je zeg maar heel gestrest bent, of je hebt gewoon een stressvol event op een dag, kan je vol emoties zitten. En dan is het juist wel heel moeilijk om in slaap te komen. Klopt. Dus die emoties en stress kunnen juist maken dat je niet in slaap komt. En daarom is het ook begrip van wat slaap voor je kan doen, kan heel erg ook helpen om beter te kunnen gaan slapen. Ja. Want als je realiseert dus dat je juist ontstrest door slaap, emoties verlaagt, angst verlaagt in je slaap, kan dat ook helpen om meer zin te hebben om te gaan slapen en ook je meer gerust te voelen om het slaapproces soort van in te duiken. Ja. Maar van waarom werkt dat nou zo? We hebben allemaal een geheugen waarvan we vinden dat het goed of slecht werkt. Maar hoe zorg je nou dat je geheugen het beste voor jou werkt? En hoe maak je je fotografische geheugen het beste aan het werk? Nou ja, vroeger toen ik op school zat, had ik wel een aantal klasgenoten die hadden een fotografisch geheugen. Maar ik was er niet één van. Dus ik moest af en toe echt tot heel laat repetities leren. Maar ik had dat aan kunnen zetten, dus Leo. Ja, nou ja. Kijk, sommigen worden gewoon geboren met een fotograafs geheugen. Dat mogen vertellen. Er zijn mensen die kunnen letterlijk, die kun je in een helikopter zetten en de stad overvliegen en die tekenen de hele stad na. Ja. Dat kan ik ook niet. Ik heb ook wat dat betreft op heel veel vlakken geen fotograafs geheugen. Maar iedereen heeft hem op een bepaald vlak ook wel. Dat heeft alles te maken met op het moment dat er iets heel heftig emotioneels gebeurt. Denk voor jezelf maar eens na. Sommige dingen kun je namelijk niet meer ontzien, om het zo maar te zeggen. Die weet je gewoon nog, omdat ze emotioneel zo heftig waren. Ja. En dat geeft eigenlijk een inzicht van, we hebben dus inderdaad een fotografisch geheugen. Het enige wat er voor nodig is, is een hele grote dosis aan emotie. Ja. Dus, en dat gaat zo erg dat sommigen hebben trauma's die ze continu herbeleven. Ja. En dan zie je dus een fotografisch geheugen wat niet prettig is. Om zo ja, ook 's nachts in dromen kan dat heel naar zijn, hè, voor sommige mensen. Ja. Maar wat gebeurt er dus in die dromen? Dus eigenlijk zijn we dus continu op een dag, vooral onbewust, zijn we herinneringen aan het maken. En worden ze gekoppeld aan het emotiecentrum. Ja. Dus de kern van ons brein, daar ligt een emotiecentrum. De amygdala, je hebt er twee, amygdala. En dus eigenlijk wordt er al het eerste vinkje voor gezet van, moet ik hier bang voor zijn? Ja. Dus continu gaat er een soort van verbindingje gemaakt worden met iets wat je hebt gezien of gehoord naar het emotiecentrum. En vooral in die emotiecentrum, dat is de amygdala? Ja. Okay. Dat is met name het limbisch systeem, maar dat is met name de amygdala. En hebben we er twee van, zei je? Ja, linker helft en rechter helft van je brein. Ja. Maar dus je krijgt dus eerst die connectie met iets wat je gezien, gehoord of bedacht hebt. Met het emotiecentrum. En vooral in die droomslaap, dan ga je alles vergelijken. Oké, wat was het voor situatie? Hoe ver was ik er vanaf? Moest ik er bang voor zijn? Waren er andere redenen dat ik er wel of niet bang voor moest zijn? En dan op een gegeven moment ga je het letterlijk begrijpen. Ja. Zodat je wakker wordt en het ontkoppeld hebt van die emoties. En daardoor minder emotioneel geladen bent. Goh, ja. Ongelooflijk eigenlijk. Hè? Mensen die soms met enorme trauma's lopen, hebben juist heel veel moeite met slapen. Ja. En terwijl je dan eigenlijk het zo gunnen dat ze zo goed zouden kunnen slapen. Ja, ja, precies. En eigenlijk is zeg maar de belangrijkste traumaverwerking gebeurt juist tijdens je slaap. Ja. En inderdaad, als het iets heel heftigs is en je kunt om wat voor reden ook niet meer gaan slapen, dan gaat het ook nog eens proces niet voor jou werken waarmee je het oplost. Ja, maar heel even terug aan die remslaap. Hè? Dus, wat doet de remslaap nu voor ons? Remslaap
is voor een aantal dingen belangrijk. Mm-hmm. Het zeg maar, ontkoppelen van emoties. Dus je verlaagt emoties. Ja. Je bent verbanden aan het leggen. Ja. Je bent je intuïtie aan het bouwen. En wat ook heel gaaf is, je ontwikkelt je motorische vaardigheden in belangrijke mate in die remslaap. Ah, ja. Dus ze hebben onderzoek gedaan dat mensen die op trampoline salto's aan het oefenen waren, ja, dat hoe meer die salto's gingen oefenen, hoe meer ze ook zagen dat de remslaap, ja, heviger werd. Ja. Dus die verwerking vindt kennelijk plaats. Dus kennelijk heeft dus de remslaap een belangrijke functie in het ook ontwikkelen van motorische vaardigheden, zoals het kunnen doen van een salto automatisch zonder, ja, erbij na te denken. Ja, ik ken dat ook wel hoor. Ook wel van tennis of zo. Als je iets heel erg graag eens aan het oefenen bent, constant, ja, door. Op een gegeven moment dan zijn er van die momenten dat het helemaal niet meer lukt. En precies, dan ja, smijt je je racket boos op de grond. Ja. Maar dan speel je een week later en dan lukt het in één keer wel. Precies. Ja. Ja, dus dit is ook, dat is ook, tenminste, dat heeft mij heel veel moed gegeven altijd. Je bent iets aan het oefenen, je denkt, het lukt niet, het lukt niet. Ja. En dan ben je inderdaad, op een gegeven moment denk je, ik stop er maar mee. Ja. Terwijl als je weet van, oké, vandaag lukt het niet, maar als ik het blijf doen, dan zal het waarschijnlijk morgen of die dag erna wel lukken. Puur alleen omdat ik het gedroomd heb, ja, omdat ik er het heb verwerkt in mijn slaap. Hey, en die diepe slaap waar we het eerst over hadden, hè? Dus regeneratie en wat nog meer? Ja, dus eigenlijk de belangrijkste processen voor je immuunsysteem. Je maakt, je ontwikkelt en je boost, zeg maar, je immuunsysteem. Je brengt het in balans. Ja. Testosteron wordt aangemaakt, dus je krachthormonen. Mm. Ja. Je groeihormonen worden aangemaakt. Ja. Cortisol, stresshormoon, wordt verlaagd. Ja. Korte termijn wordt een belangrijke lange termijn geheugen gemaakt. Dus je bent letterlijk, ja, van je processen naar de harde schijf aan het schrijven, om het zo te zeggen. En ook wat niet belangrijk voor jou was, dat die verbindingen week je ook los, om het zo te zeggen. Ja. Zodat je ook kunt vergeten wat niet relevant is voor jou. Dat geeft, ja, je weer focus. Ja. Dus, ja, dit zijn allemaal dingen. Maar de zaken die in de studie staan, dat is gigantisch wat er allemaal gebeurt in een diepe slaap. En dan hebben we ook nog de lichte slaap. Ja, de lichte slaap. En daar is wat minder bekend van. Hmm. Maar wat we eigenlijk zien is dat in die verschillende slaapstadia zien we, nou, misschien is het wel leuk om dan eens te hebben over de breinversnellingen. Hmm. En dat heb ik, dat, dus wat we zien is dat we in de slaap zijn er de bio-elektrochemische brainwaves, zoals we, ja, die noemen. Daar zien we vooral twee van. En je kunt vooral in de lichte slaap zien we dat ze bijvoorbeeld, dat noem je spindles, optreden. Mm. Die, waarmee we zien dat het brein op een of andere manier de brainwaves van de dag aan het gebruiken is om het, ja, brein te ontwikkelen. Mm-hmm. Ik denk dat het misschien een beetje moeilijk is dat we even misschien een stap terug moeten doen om dat uit te leggen. Ja, doe even een stapje terug. Ja. Ja. Maar je hebt vijf versnellingen, zeg je. Ja, dus laat ik even beginnen bij het begin. Op, ja. De breincellen die communiceren met elkaar door het overgeven van elektrische stroompjes. Ja. Nou, als je, zeg maar, dat kun je per cel zie je elektrische stroompjes, maar als je al die 86.000 miljard cellen, als die, zeg maar, als er grote groepen van elkaar met elkaar staan te vuren, mm-hmm, dan kunnen we aan de buitenkant kunnen we dat meten met EEG. Ja. En dan zien we brainwave activiteit. Ja. Ja. En dat zijn golven. En dat zijn trillingen. Mm-hmm. En in het begin begreep ik daar niks van. Toen dacht ik, ik ben de neurowetenschapper en ik snap niet wat brainwaves zijn. Dat is eigenlijk niet gek, toch? Alles is energie en alles zijn trillingen. Zeker. Gewoon, ja. 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 En gelukkig zijn mijn vader, die arts was, zei ook van, ja, dat zien we al 80 jaar en daar heeft nog nooit iemand dat van begrepen. Ja. En toen dacht ik, oh, dat is wel interessant, dan wil ik wel eigenlijk wel wat dieper induiken. Ja. En ik stuitte op een neurowetenschapper die trommelt, Jeff Strong heet die, en mm-hmm, die gebruikt dus, zeg maar, bepaalde ritmes om autistische mensen hun trillende hand stil te krijgen. Mm. Dus kennelijk kun je met ritmes kun je het brein bedienen. Ja. En als je het omdraait, zie je dus dat de breinritmes, die verschillen op bepaalde delen van de dag, mm-hmm, dat, zeg maar, dat dezelfde ritmes zijn. Dus er zijn, zeg maar, er zijn verschillende ritmes. Het zijn verschillende brainwaves. Ja. En dat zijn dus verschillende ritmes. Ja.
Dus het brein speelt kennelijk verschillende ritmes. Ja. Verschillende muziekstukken kun je eigenlijk zien. Mm-hmm. Op verschillende in verschillende fases van de dag. Ja. En dan zijn er dus, er worden zeg maar, ja, het gaat van een half hertz. Dus een half keer per seconde tot 100 of 500 hertz. Dus maar hoge trillingen. Noem eens een van die vijf versnellingen dan bijvoorbeeld. Ja, er zijn er. De pakketten worden in zo'n soort van vijf brainwaves gescheiden. Mm-hmm. En dat zijn de diepe slaap. Dat is één brainwave zone. En dat heet de delta brainwaves. Ja. En daar zit dus een bepaald ritme ook in. Ja, ik trommel dat als een ritme. Ja, want jij bent een drummer. Ja, toch? Precies. Ja. Ja. Kan je het voor ons even zo op de tafel doen? Het delta brainwave ritme is heel simpel. Het is gewoon... Herken je dit ritme? Ja, dan lig ik altijd diep te slapen. Dus die herken ik niet. Maar wel lekker rustig. Ja. Het hart? Ah, je hartslag. Ja. Dus let zo, in de diepste fase van onze slaap zien we delta brainwave activiteit. En het ritme van het brein is dan zeer overeenkomstig met het ritme van het hart. Maar dat is dus de hart-mind coherentie waar je het dan over zeker hebt. Zeker. Tenminste, hier vertelt de wetenschap eigenlijk niks over. Ja. Maar wat ik zag, tenminste, of denk gezien te hebben, is van, oh, kennelijk is het ritme van het brein en het hart overeenkomstig, vooral in de diepe slaap. Ja. En ik zie in alle studies dat al de processen van gezondheid plaatsvinden. Ja. Dus er lijkt inderdaad zeer heart-brain connectie te zijn, vooral in die diepe slaap. Ja, het is heel interessant, joh. Ik heb zelf zo'n apparaatje, dat heet HeartMath. Heb je daar wel eens van gehoord? Mm-hmm. Ja, dat is iets wat kan je nog, op je oren zetten en hier. Ja. En als je dan dus, die app die helpt je eigenlijk dus om een ademhaling te doen. Een ademhalingsritme van 5,5 seconden inademen, 5,5 seconden uitademen. Ja. En dan kom je dus in die heart-mind coherentie. Juist. En dat kan je dan ook echt op dat appje zien. En ik las een tijdje geleden een boek, het heet Breathe. Dat gaat helemaal over ademwerk. Ja. En daar stond in dat dus, daar stond dit eigenlijk ook in, hè? Niet ten aanzien van het apparaatje, maar dat dus die 5,5 seconden in, 5,5 seconden uit. Juist. Dat dus een soort van gegeven is om in die heart-mind coherentie te komen. En het meest bizarre is dan dat je de oudste mantra op de wereld, Om Mane Padme Hum, als die zeg maar wordt gezongen, hè, door Tibetaanse monniken, echt op de oorspronkelijke manier. Ja. Dan zitten die monniken dus precies in die 5,5 seconden in, 5,5 seconden uit. Ja. Maar bijvoorbeeld ook het Ave Maria. Hè, als dat echt door die Gregoriaanse monniken op de originele manier wordt gezongen. Ja. 5,5 seconden in, 5,5 seconden uit. En dat schijnt dus nog met veel meer religies zo te zijn. Dus dat is dus heel bijzonder dat dat dus zo ontstaan is. Ja, en echt, ja, dat jij dat nu vertelt. Ja, het is fantastisch dat je dit noemt. Welke brain, noem je dit de theta waves? Nee, de delta brain waves. Dat is vooral, dat is de diepe slaap. Heel interessant. Slow wave sleep. Ja. En daar zien we dus inderdaad zo die half hertz tot 4 hertz frequentie. Ja. En terwijl je heartbeat is ook ongeveer die snelheid. Ja. Zeg maar zo'n 50 keer of 60 keer per minuut. Ja. Dus één keer per seconde ongeveer. Ja. En iets minder zelfs. Ja. En inderdaad, dit vind ik dus ook zo interessant. Precies wat jij noemt. Kennelijk, we zien eigenlijk over de hele wereld zien we al allemaal groepen mensen, stammen. Zien we al dingen millennia lang doen. Ja. Van inderdaad Ave Maria tot inderdaad aboriginals die ceremonies doen. Ja. En die weten kennelijk wel hoe dingen werken. En nu pas beginnen we dat neurowetenschappelijk een beetje te begrijpen. Ja. Ja. Maar die HeartMath, ik heb hem ook gedaan, inderdaad. Ja. En de studie is ook gelezen. Er staat ook letterlijk in, 5 seconden in, 5 seconden uit. Ja. Daarmee maak je je hartslag in balans, coherent. Daar creëer je die heart-mind connectie in. Ja. Dus inderdaad, dat werkt supergoed. Ook vooral om te ontstressen. Dus wil je in slaap vallen, pas deze gewoon toe. Want je wordt heel snel heel ontspannen. Ja. Ja. Dus die werkt supergoed. Maar dus, dit is dus een ritme wat vooral dus alleen maar in die eerste helft van de nacht plaats kan vinden. Ja. En dat is dus die delta brainwave.
En in de tweede helft kom je meer in die theta brainwave zone terecht. En is dat dan de remslaap of die theta? Ja. Oké. Okay. Ja. Ja, ja, ja. En die theta, dat vind ik ook zo mooi. Als je dus ziet wat er allemaal voor ceremonies over de wereld zijn. Ja. Het ritme gaat zo. Ja. Gewoon heel simpel. Ja. Zeg maar van 4 tot 8 hertz. Dus een beetje van 1 seconde tot 1 keer per seconde tot 4 keer per seconde bijvoorbeeld. Ja. En dat is een heel simpel ritme. En je ziet ook die ogen gaan van links naar rechts. Maar hier willen zeg maar mensen niet alleen al in de slaap in terechtkomen. Mm-hmm. Maar ook tijdens meditatiesessies. Misschien dat je wel eens hebt gehoord van ayahuasca. Studies laten zien dat mensen met dat soort planten, zeg maar psychedelische planten, ja, ook vooral in de theta brainwave zone komen. Ah. Dus dan gaan we eigenlijk bij bewustzijn naar de staat van dromen. Ah, wat interessant zeg. Want het is natuurlijk ook, hè, wat je nu ook, waar ik best wel over kan lezen, is bijvoorbeeld de MDMA-therapie. Hè, om, dat schijnt fantastisch te werken tegen trauma's. Hè. Volgens mij is het in Amerika bijna zelfs helemaal nu gewoon weer een legale, hè, therapie. Wat het in de jaren 60 overigens ook gewoon was. Ja. Maar het is ook heel interessant, want je komt dus blijkbaar dus in die remslaap, die theta staat. En volgens mij zei jij eerder nu dat, hè, dat slaap en ook juist die remslaap heel belangrijk was voor het releasen van emoties. Die, klopt. En dus als je dan emoties helemaal vast hebt zitten, want dat is natuurlijk een trauma, vast emoties die vastzitten, die je niet door je heen hebt kunnen laten gaan. Zeker. Die kan je dus releasen zo. Ja, interessant, klopt. Dat het eigenlijk dus dan ook eigenlijk wetenschappelijk best wel sound is eigenlijk, als ik dit zo hoor. Volledig, ja, inderdaad. Ja. En ik heb het overigens niet gelezen van of MDMA-therapie, of je daarmee in die theta brainwave zone komt. Ja. Maar wel van ayahuasca. Ja. Dus daarmee weet ik dat zo werkt. Ja, ja, maar als dat van ayahuasca zo is, dan is de kans dat het natuurlijk bij truffels of paddenstoelen of maar ook precies. MDMA, dat is allemaal een beetje diezelfde. Ja. Datzelfde gebied, zou dat zomaar daar kunnen? En met ademhaling, dus er zijn allemaal manieren om in die zone te komen. Yoga Nidra is er ook eentje van bijvoorbeeld. Yoga Nidra? Ja. Ja, nou ja, dat doe ik trouwens. Als ik dus zeg maar een hectische dag heb gehad. Ja. En ik denk van, goh, ik in slaap val, ik weet niet zeker of het vanavond gaat lukken, dan doe ik een appje aan. En dan heb ik een hele vriendelijke dame die in het Engels mij even door een hele bodyscan heen haalt. Dat is heerlijk, toch? Yoga Nidra. Ja, maar dat helpt mij dus ontzettend. Ja. Maar dat brengt mij dus in die theta wave. Dit noem ik schakelen. Dus ik ben zeg maar de brainwaves, omdat dat ingewikkeld is, ben ik gewoon versnellingen gaan noemen. Ja. En overdag zit je in hogere versnellingen. Die kunnen we dan wel benoemen. Maar als je gestrest bent en je wil juist inderdaad even meer naar die lagere versnelling van de slaap komen. Theta brainwave zone, waarin je juist ontspant, emoties verlaagt. Kan dus yoga nidra perfect werken om even terug te schakelen. En weer met een frisse mind daarna verder te gaan. Ja, goh, interessant zeg. Ja. Hey, maar dus die lichte slaap, daar weten we eigenlijk nog weinig van. Nou ja, dus zo kwamen we erop inderdaad van wat gebeurt in lichte slaap. Er is heel veel beschreven over wat er in de diepe slaap gebeurt. Ja. Qua gezondheid. Mm-hmm. Ook veel meer over de remslaap. Ja. En wat minder over die stadium 1 en 2 lichte slaap. Mm-hmm. Maar wat we wel zien is dat er een soort van, dat noemen we spindles. Dus we zien dan dat het brein, zeg maar, terwijl het in die delta of theta brainwave zone zit, mm-hmm, dat het eventjes, zeg maar, wat van die spikes heeft, dat je in één keer ziet van dat er een hogere versnelling gebruikt wordt. Bijvoorbeeld als je wakker bent, bevind je ook in de alpha brainwave zone, mm-hmm, en beta. En dat zijn meer van, als je aan het presteren bent, alpha is meer ontspannen overdag, beta is meer actief hard werken. Ja. En dan heb je nog gamma daarboven, waarin je echt de top performance levert. Ja, misschien goed om daar straks naar die drie nog even te kijken. Maar even nog dat slaapstuk even. Precies, dus om dat af te maken, wat we zien is in die verschillende lichte stadia, mm-hmm, zien we dat je soms even dat het brein een soort van spindle maakt naar die wakkere zones. Dus kennelijk vindt er een communicatie plaats. Dus je bent kennelijk in je slaap. Ben je je brein aan het letterlijk aan het boetseren, mm-hmm, en aan het bouwen, zeg maar, voor wat je overdag gebruikt. Mm. Zo. Dus er vinden connecties plaats. Dus
Het is een compleet proces. Slapen en wakker zijn. Ja. Nou, wat ik zelf... Hè, want wat ik net even ook zei. Ik meet zelf ook mijn slaap. En ik hou daar ook dan een dagboekje in bij. Voor van een aantal dingen. Ja. Om te kijken van wat voor invloed heeft dat op mijn slaap. En dan zie ik bijvoorbeeld dat meditatie. Mm-hmm. Dan heb ik het eigenlijk niet over yoga nidra, maar gewoon als ik zeg maar 's ochtends een kwartiertje mediteer, heeft dat gemiddeld gezien een 10% positieve invloed op mijn slaap, merk ik. Super. Ja. Heb jij, Wat doe je dan in de ochtend? Wat is voor jou mediteren? Ja, dat is echt even gewoon, nou ja, weet je, bijna, dit is gewoon een beetje een old school meditatie. Dus echt gewoon even op een kussentje zitten, op de grond, in kleermaker zit. En echt even, tot mezelf komen. Ja. Dat doe ik dan eigenlijk zonder een muziekje, maar of iets dergelijks. Gewoon echt in stilte en concentratie naar mijn ademhaling. Dus jij ziet dus dat 10% positieve invloed heeft op je slaap? Ja, dat laat het algoritme van mijn appje nu echt zien. Dus dat is... Nice. Ja. En wat doet het met jou overdag verder? Dat weet ik eigenlijk niet wat het met me overdag doet. Maar dat ik dit nu weet, helpt mij, motiveert mij wel om te mediteren in ieder geval. Zeker. Dus mijn meditatiediscipline is er wel door verbeterd, zeg maar. Want dat kunnen data doen, hè? Als iets je laat zien, dat het je echt helpt. Ja, dat geldt voor mij ook. Want ik bedoel, dat mediteren supergoed voor je is. Ja. Dat weet jij, dat weet ik. Dat kan eigenlijk natuurlijk iedereen weten. Maar toch doen we het vaak niet iedere dag. Nee, maar wij komen ook nog uit de tijd dat mediteren eigenlijk, zeg maar, dat was onzin vroeger. Hè? Dus in de westermaatschappij, en dat spreken over de vorige eeuw, toen werd het vaak weggezet als van, nou, dat heeft helemaal geen zin. Ja. Maar op een gegeven moment was het voor mij ook wel duidelijk van, oké, dat kennelijk is dat juist heel goed om te doen. Mm-hmm. En toen kon ik het niet. Ja. Ik ging zitten. Ik denk, nou, ik snap het niet. Hoe moet ik die gedachten dan stilhouden? Ja. Weet je, toen dacht ik, nou, dit is niks voor mij. Ja. Maar precies wat jij zegt, als je op een gegeven moment ergens door geïnspireerd raakt en gemotiveerd raakt, dan kun je het meer doen. En juist het inzicht over wat meditatie doet, ook voor je slaap, heeft mij geholpen om het te kunnen. Ja. Want bijvoorbeeld, waarom mediteren de meeste mensen in de ochtend? Mm-hmm. Omdat je dan nog, je wordt wakker in die theta, brainwave, zone. Ja. En dat is waar je eigenlijk ook naartoe wilt. Als je mediteert. Ja, de yogis, hè, die staan om 4 uur 's ochtends op. Hè. Is dat, en dat is dan dus de perfecte tijd, blijkbaar, om te mediteren. Hè. Volgens mij mediteren yogis dan zomaar van 4 tot 5 of 4 tot 6. Ja. Nou, en dan komen ze een beetje in de actie. Ja, voor mij was het dus op een gegeven moment een eye-opener. Mm-hmm. Dat ik snapte van waarom ze dat waarschijnlijk doen. Ja. Heeft alles te maken dat normaliter ga je slapen en heb je eerst de diepe slaap. Delta brainwave zone. Mm-hmm. En daarna kom je in de remslaap, een lichte slaap meer. Mm-hmm. Waarin je meer in de theta brainwave zone zit. En dat is precies waar mensen naartoe willen als ze mediteren. Dus als jij om 4 uur de wekker zet, of je staat dan in ieder geval op. Mm-hmm. Dan is jouw brein nog in de versnelling nummer 2. Die theta brainwave zone. Kortom, dan hoef je er niet meer heel veel geweld naartoe te begeleiden. Je zit er al in. Dus je bent dan eigenlijk op een wakkere staat gebruik aan het maken van je droomstaat. Goh, interessant zeg. Ja, dat zou het zomaar kunnen zijn. Ja, heel interessant. Ja en meditatie, hè, het is natuurlijk echt een onderwerp op zich. Hè, maar het is natuurlijk heel moeilijk om je gedachten stil te krijgen. Maar er zijn natuurlijk heel veel andere manieren van mediteren. Hè, met mantra's of met muziek. Wat ik bijvoorbeeld ook zie, is als ik speel zelf dan een klein beetje gitaar. Hè, het gewoon heel amateuristisch hoor. Maar als ik zelf gewoon lekker op mijn gitaar heb gespeeld, 's avonds. En ik heb er ook een beetje bij gezongen, bij wijze van spreken. Zie ik ook dat ik beter geslapen heb. Precies. Ja, dus muziek, dus ritmes en muziek. Het is natuurlijk eigenlijk ook allemaal... Merk jij dat ook als je gedrumd hebt? Of met muziek, absoluut. Dat je dan een betere nachtrust pakt? Nou, niet zozeer dat ik dat per se heb gemeten. Maar ik kan echt... Dat is al mijn hele leven. Als ik drum, kan ik zeg maar echt zwaartekracht niet meer voelen. In een complete hyperfocus zitten. Ja. Helemaal ontspannen. Dan, weet je, dan voel ik geen pijn. Dan voel ik geen stress. Dat soort zaken. Dat heb ik al mijn hele leven als ik drum. Ja. En als ik in een band speel. Dat is trouwens ook wel leuk, die onderzoeken dat als een band speelt en ze zitten allemaal, het loopt lekker, dan gaan ze ook synchroniseren met hun brein. Zeg maar, dan zie je dus ook dat daar gewoon coherentie in zit. Ja, dus, dan kom je in een flow natuurlijk. Je komt in een flow, letterlijk. Dan kan je ook met je team op je werk hebben. Je soms echt in een flow met z'n allen. En, zeker. Ja. Ja, dus inderdaad, laten we dat niet onderschatten. Dat als een team lekker presteert op de werkvloer,
dat het ook fysiek echt aanwezig is. Ja. Dus als mensen trouwens aan tafel zitten, zitten tegenover elkaar, dan voelen mensen hun elkaars energieën. Mm-hmm. En als zeg maar, die hartslagen op een gegeven moment met elkaar op dezelfde manier gaan kloppen, in ieder geval in balans kloppen, dan voelt het gesprek ook prettiger aan. Ja. En als je op een gegeven moment zo'n gevoel hebt van, dit klopt niet of ik voel me niet prettig, dan kan het zijn dus dat je uit balans bent met elkaar. Ja. Hey, en daar zijn natuurlijk heel veel mensen met dus slaapproblemen. Daar begonnen we ook in het begin. Nou, je hebt aangegeven koffie in de ochtend, hè, liever niet na 2 uur. Alcohol, ook niet zo verstandig. Maar als je nou toch alcohol wil drinken, is dat dan ook tot 2 uur? Of wel een natte lunch, maar liever niet 's avonds? Is daar nog een lifehack voor? Of gewoon gaan we gewoon niet meer drinken met z'n allen? Nou kijk, alcohol is natuurlijk gewoon sowieso een giftige stof. Ja. Dus het zal nooit gezond worden. Nee. Dus het is altijd een risico voor de gezondheid, kun je stellen. Mm-hmm. Maar je komt er, zeg maar, het remt wel het brein. Dus het geeft ook een bepaald gevoel van ontspanning. Je kunt er sociaal er een opleving van krijgen. Mm-hmm. Dus indirect kan het leiden tot heel veel leuke dingen en mooie dingen. Maar goed, ja, met mate is natuurlijk belangrijk. En juist getimed. En zou ik niet zeggen, ga overdag veel drinken qua alcohol. Maar inderdaad kun je wel concluderen dat het beter is om het zo ver mogelijk weg te houden bij de slaap. Ja. Dus daarom zijn bijvoorbeeld ook de festivals in Nederland zijn eigenlijk een zegen. Mm-hmm. Want het is het ergste wat je kunt doen is zeg maar en 's nachts doorhalen, niet slapen. En dan veel alcohol nuttigen en weet ik veel wat voor andere ongezonde stoffen erbij. Dan heb je echt wel risico op risico. Ja. Dus overdag is gewoon beter. Je bent dan fit, vitaal. En als je daarna goed slaapt, dan is de impact veel minder. Ja. Hey, en voeding? Wat voor effect heeft voeding op je slaap? Ja, dus laten we beginnen met dat de meeste zaken eigenlijk de slaap teniet doen. Dus als jouw spijsverteringsstelsel heel hard aan het werk is, dan kan dat gewoon de slaap in problemen brengen. Okay. Dus verwerking van suiker, vetten, dat is gewoon allemaal iets wat je liever overdag doet. Want ja, dan ben je ook de energie aan te gebruiken. Mm-hmm. Dus je doet er in principe goed aan door op een relatief lege maag te gaan slapen. Ah, okay. Ja. En er zijn maar een paar dingen die je kunt eten die in principe de slaap niet verstoren of misschien bevorderen. Maar dus wij, wat ze zeggen in Nederland, natuurlijk 6 uur met de piepers op tafel. Ja. Dat is eigenlijk een stuk beter dan aan die lange tafel in Italië om 8:30 nog eens beginnen. Zeker. Ja, als je dus inderdaad laat eet en je eet zwaar, dan kan dat de slaap behoorlijk verstoren. En wat zou jij zeggen dan? Dat is een soort van leidraad voor ons, van god tot ongeveer zo laat eten. Ja, wat voor mij heel goed werkt, is inderdaad na het avondeten. En dat is het liefste wat mij betreft inderdaad om 6 uur. Mm-hmm. Misschien 7 uur, maar daarna eet ik eigenlijk niks meer. Ja. Ik drink ook niet. Ik ben laatst ook niet. Ben ik ook gestopt met te veel thee te drinken, bijvoorbeeld in de avond. Ja. Los van dat thee, met donkere thee zit ook weer een soort van cafeïne-achtige stof in. Ja. Maar water alleen al, dat maakt het blaas vol loopt. En dan moet je er 's nachts voor uit om te plassen. Nou ja, dat is een beetje ook mijn ding dus. Hè? Want ik word dus heel vaak de laatste tijd om 3:30, 4 uur wakker. Ja. Volgens mij nog niet als een yogi om te mediteren. Maar ik moet dan dus gewoon heel erg... Je zou het wel kunnen gaan doen dan. Ja, eigenlijk wel. Maar ik moet gewoon heel nodig aan de wc dan. Hè? Dus ja. En ik vind het dan ook lastig om daarna in slaap te komen. Ik denk dat ik daarna eigenlijk bijna alleen maar licht slaap. Dus heb jij daar een gouden tip voor me? Ja, dus laat ik zeggen. Om te beginnen, wat voor mij en wat voor heel veel mensen om me heen, als ik ze dat vertel, geruststellend is dat als je dus die tweede helft van de nacht wakker wordt, dan heb je in principe, als het goed is, de diepe slaap al gehad. Dus het belangrijkste stuk heb je gehad, kun je zeggen, voor je gezondheid. Okay. Dus als je daarna licht slaapt, is het op zich niet erg. Ik bedoel, je kunt licht slapen en nog een beetje dromen. En dan pak je de belangrijkste dingen ook nog mee. Ja. Maar wat is er aan de hand? Op het moment dat je te vroeg wakker wordt, dan... kijk, we worden wakker uiteindelijk vanwege ons stresshormoon. Daarmee krijgen we energie om goed wakker te worden. Cortisol. Ja. Om redenen, bijvoorbeeld mentale stress of fysieke stress of wat voor stress dan ook, kan het zijn dat die cortisolpiek, dat je die eerder krijgt. Ja. En als je die te vroeg krijgt, bijvoorbeeld om 4 uur, dan word je daarvan wakker. Mm-hmm. Een bijkomstig, onhandig
iets is dat serotonine, het stofje waar je gelukkig door voelt, dat zit in de regel juist in zijn dal rond die tijd. Ja. Dus daarom, als je 's ochtends wakker wordt, dan heb je eigenlijk heel veel dingen tegen je werken om nog weer je goed te voelen en lekker door te slapen. Ah, oké. Okay. Dus is dat ook een moment dat je dan kan gaan piekeren of zo rond die tijd? Ja. Dus als je dan gaat piekeren, ga je snel doemscenario's bedenken. Ja. Want je bent wat negatiever geladen. Minder positief, laat ik het zo zeggen. Ja. Plus stresshormoon. En dat maakt natuurlijk dat je de dingen wat donker kan belichten. Ja. En wat kunnen we daarmee doen dan? Hè? Stel je... Ja, want als je ligt te piekeren, dan kom je heel moeilijk weer in slaap. Maar je komt ook dus heel moeilijk in slaap. Hè? Wat kan je er tegen doen om... Nou, minder te piekeren. Ja, dat is, dat zijn een paar dingen. Dus even, zeg maar, puur als je wakker wordt, wat kun je op dat moment doen? Dat is natuurlijk waar de meeste mensen, en jij dan ook, zeg maar, als eerste belang bij hebt. Is één, wat je net al noemde, ademhalen. Als je gewoon controle gaat nemen op je ademhaling. Dus inderdaad, via de neus in, 5 seconden de tijd nemen. Via de mond uit, 5 seconden de tijd nemen. En dan vooral de negatieve gedachtes. Die wil je eigenlijk voorkomen. En dat doe je door juist andere gedachten te laden. Dus als je dan gaat nadenken over waar ben ik dankbaar voor? Ja. Waar word ik blij van? Maar vooral jezelf hier naar het nu brengen. Dus ik wil zeggen, ga niet alleen maar enthousiast worden van hele mooie vakanties. Want dan word je misschien weer te energiek. Ja. Maar gewoon, weet je, wat is hier lekker in bed? Wat is hier lekker warm? Ik hoef er nog niet uit. Ja. Alles wat er moet gaan komen, wat ik moet gaan doen, dat hoeft nu nog niet. Mm-hmm. Want het is namelijk nog lekker midden in de nacht. Ja. Dus dan wil je echt zomaar jezelf, je legt jezelf op om te gaan genieten van dat moment in bed. Ja. En als je dan die ademhalingsoefening doet, val je over het algemeen zeer makkelijk weer in slaap. Ja, en dan is echt die 5 seconden in, 5 seconden uit om dus weer naar die juiste brainwave toe te gaan. Ja, absoluut. En misschien moet je kunt nog wel iets meer tijd nemen voor je uitademing om rustiger te worden. Dus dat zijn technieken om rustig te worden en te ontspannen. Dus die dankbaarheidsgedachtes. Maar en ook realiseren dat waardoor word je wakker. Er is een hele grote wetenschappelijke analysis van heel veel studies. Die laat zien dat het als de stress heftig wordt en die maar aanhoudt. Ja. Dat dan eerst gaat het lichaam proberen om meer te slapen. Meer diepe slapen, meer remslaap. Ja. Maar als die stress maar aanhoudt, dan zie je dat de remslaap als eerste verstoord raakt. Dus de tweede helft van de nacht. Ja. Dus als die remslaap minder wordt, kan het ook zijn dat je daardoor wat makkelijker wakker wordt. Ja, ja. Dus, en waar word je wakker van? Daar kun je ook over nadenken. Misschien zijn er wel plotselinge geluiden. Dus misschien moet je kijken of je je slaapkamer wat beter kunt inrichten. Zodat er minder factoren zijn waardoor je wakker gemaakt kan worden. Hoe kan je je slaapkamer dan optimaal inrichten? Hoe kan je dat doen? Ja, dus daar denken heel weinig mensen denken echt over na. Maar je kunt behoorlijk veel doen. Mm-hmm. Denk aan zeg maar een apparaat wat de vochtbalans op peil houdt, zodat het niet te droog wordt. Je kunt, misschien wil je wel frisse lucht. Dat zijn gewoon van die humidifiers. Humidifiers, zo. Precies. Ja. Luchtfilters. Gewoon zodat de lucht lekker schoon is en de juiste vochtbalans heeft. Ja. Maar van plotselinge geluiden. Als ik fluister, dit is 48 decibel. Ja. Heel zacht. Maar daar kunnen mensen al wakker van worden als het plotselinge geluiden zijn. Ja. Dat betekent, als je frisse lucht wil, dan zou je misschien het raam open doen. Maar misschien word je dan wakker van geluiden van buiten. Ja. Kun je beter stevige gordijnen ophangen. Die lekker verduisteren en geluid isoleren. Dubbel glas en een rooster van dat luchtdoorlaat of zo plaatsen. Ja, ja. Of iets in je oren stoppen als je het niet kan isoleren. Zodat je die plotselinge geluiden niet hebt. En wat is nou de optimale temperatuur voor je kamer als je gaat slapen? Ja, die is koud. Dus op het moment dat het best wel chill voelt. Mm-hmm. Dat je denkt, ik vind het iets te fris. Ik wil liever onder een deken. Dat is eigenlijk waar je naartoe wil. Is dat 12 graden, 13, 14 graden een beetje? Dat is wel aan de koude kant. De studies laten zien de 18 graden. 18? Oh, ja, 18. Dat zou ik best warm vinden. Dus maar wel je het bekijkt inderdaad. Maar ja. Het kan natuurlijk kouder en het hangt ook vanaf hoe dik je deken is. Ja.
Dus als je zeg maar onder een deken ligt die eruit ziet als een heel groot broodje ciabatta, ja, dan zou je misschien wel naar 12 graden kunnen. Okay. En ja, waar we ook natuurlijk heel veel over horen tegenwoordig is je schermtijd natuurlijk. Hè? Dus ja, als je op je mobiel of je op je iPad, ja, blauw licht, hè, dat, ja, ja. Ik heb recent ook zo'n bril gekocht. En denk, ja, god, ik hoor heel veel mensen doen het. Ik denk, dan ga ik maar zo'n bril opzetten om blauw licht te blokken 's avonds. Ja. Ja, hoe zie jij dat allemaal? Kijk, uiteindelijk zien we dat het stofje melatonine, dat zet in het brein alles aan waardoor je goed kunt slapen. Ja. Dus dat stofje is cruciaal. Dat is een neurotransmitter. Ja. En die neurotransmitter die wordt gewoon aangemaakt doordat er bijvoorbeeld zonlicht op de huid valt. Dat is nodig al om het aan te kunnen maken. Ja. Je haalt het ook uit voeding. Mm-hmm. Maar uiteindelijk is het in het brein dat het vrij moet komen en dat het je ook daadwerkelijk helpt slapen. Ja. Maar hoe komt het vrij en op welk moment? Dat wordt bepaald door licht. Ja. En dat met name wit en blauw licht in de ogen. Oké. Okay. Dus zolang licht in de ogen schijnt, mm-hmm, wordt de vrijlating van melatonine in de pijnappelklier geblokkeerd. En daarom, het is op zich ook heel logisch, want we leven al miljoenen jaren met dag en nacht. En alle dieren op aarde hebben dit mechanisme in hun brein. Ja. Dus het maakt dat de melatonine wordt tegengehouden, wordt geblokkeerd, zolang het licht is. En ja, de buitenlicht is wit en blauw. Ja. In de zee is licht wit en blauw. Dus het is ook niet zo gek dat we juist in die lichtkleur en hoge intensiteit, mm-hmm, dat we daardoor wakker blijven. Ja. Dus die stof wordt geblokkeerd. En op het moment dat het donker wordt en het licht meer naar het rode spectrum gaat, mm-hmm, zien we dus dat die pijnappelklier die melatonine vrij kan laten komen. Ja, precies. En als het dan flink vrijkomt op het juiste moment, namelijk, mm-hmm, als je in slaap valt, ja, binnen no time komt dan de maximale hoeveelheid melatonine vrij. Mm-hmm. En dan zie je ook dat mensen dus goed kunnen slapen, diep slapen en een heel goed slaapproces kunnen doorlopen. De melatonine komt vrij als je slaapt of vlak daarvoor? Nou, eigenlijk moet je inderdaad, dat is een goede vraag van je, want je doet er goed aan door dat te begeleiden. Ja. Dus overdag wil je volledige blok, dus veel licht. Ja. Terwijl je in de avond doe je er goed aan door al naar restaurants geen verlichting te gaan. Dus iets donker te maken in huis. Ja. Mijn schermen van mijn telefoon, van mijn pc, die gaan allemaal naar rood, mm-hmm, en donker, zodat ik ook echt de lichten eromheen moet dimmen. Anders kan ik het niet goed meer zien. Ja, precies. Ja, ja, dus dat is echt een tip. Dus om je scherm dan richting donker en richting rood te gaan. Maar heb jij ook echt dat bij jullie zeg maar in de avond wordt, dat al jouw lampen thuis allemaal een beetje rood worden? Dat de buren denken van... Nou, niet, ik heb thuis geen rode lampen. Dus ja. Dat zou een gek idee geven misschien bij de buren. Maar wel ideaal eigenlijk als ik jou zo hoor. Ja, nee, dat klopt. Uiteindelijk zou dat nog wel een next level innovatie zijn. Ja. Door inderdaad letterlijk daglichtlampen die te dimmen zijn richting een rode spectrum. Dat zou nog wel interessant zijn. Ja. Want inderdaad, als het in het rode spectrum zit, kun je met iets hogere intensiteit, mm-hmm, nog steeds die melatonine vrij laten komen. Ja. Maar in de avond gaan bij mij wel. Het is bij mij in de avond, hou ik niet alle lampen fel aan. Dus ik, mm-hmm, dim ze allemaal. Ja. Ik doe er wat meer uit. En ik zorg dat de schermen, als we die gebruiken, dat die in ieder geval naar een lage intensiteit gaan. En zijn er ook bepaalde programma's die je dan juist kunt kijken, of dingen die je juist wil mijden? Hoe is ook een hele goeie. Kijk, op het moment dat je een hele heftige documentaire of serie ziet waar allemaal nare dingen in gebeuren. Ja. Ja, realiseer je dan dat dat mogelijk ook meegenomen wordt in je slaap. Ja. Nou, ik denk niet eens mogelijk. Reken er maar op dat jouw ogen hebben het gezien. Je brein heeft het gedetecteerd. Dus daar wordt iets mee gedaan in die dromen. Ja. Dus de vraag is of je dat wil. Ja. En inderdaad zou je erover na kunnen denken van, als ik een goed boek lees waar ik interesse in heb, waar ik wat mee kan qua ontwikkeling. Ja. Mogelijk heb ik daar veel meer baat bij als ik ga slapen. Ja, ja, ik ben zelf echt nu al jaren alweer, hoor, maar heel van de luisterboeken. Echt heerlijk om dat te doen. Maar nog steeds ook wel eens kijk ik gewoon een hele dikke vette actiefilm. Ja. Zo vlak voor het slapen gaan. Ja. Maar ik zie het ook echt ontzettend terug. Ook in mijn gemiddelde hartslag dan gedurende de nacht.
Ja, wanneer zie je dat terug? Nou, dat mijn hartslag dus hoger is. Als ik een enorme actiefilm heb gezien, dan duurt het langer voordat mijn resting heart rate naar zijn niveau gaat waar ik me eigenlijk op wil hebben. Precies. En dat zie ik dan ook weer terug aan mijn slaapscores natuurlijk. Ja. En dit komt puur alleen al door dat je, als je iets spannends aan het kijken bent, maak je gewoon adrenaline aan, cortisol. Ja. Misschien wel dopamine. En daarmee zul je gewoon minder goed slapen. Ja. Dus je wil inderdaad eigenlijk al die signaalstoffen die juist energie geven, wil je verminderen. Ja. Nou, dat doe je dus door te ontspannen. Dus iets ontspannends te kijken. Ja. Waar je niet gestrest van raakt, om het zo te stellen. Ja, ja. Interessant hoor. Heb jij toevallig het filmpje al voorbij zien komen van de Apple Vision Pro? Dat nieuwe apparaat van Apple? Nee, help even. Nee, heb je het nog niet gezien? Nou, dat is, het is een soort van een soort skibril die je dan op je hoofd hebt met een band eromheen. Ja, daar heb ik wel iets van gezien. Ja, dat je die ogen ziet. Wat is dat? Ja, het is dan, zeg maar, je zit daar helemaal in dan. Hè? En je kunt dan je app zo bedienen. Het is een virtual reality apparaat. Ja, het is meer soort van helemaal, je bent helemaal immersed in het. In het apparaat. Ja. Maar toen ik dat zag, ik ben nooit zo iemand die dan voorop gaat lopen en zoiets gaat kopen of zo. Maar ik denk, het heeft heel veel bijzondere kanten weer. Maar je zou er volgens mij ook een hele interessante slaap-app omheen kunnen maken. Dat je helemaal immersed bent in een heerlijke omgeving. Met de juiste geluiden, de juiste dingen. Ja. Dat je dan in slaap kan vallen. Ja. En dan bijvoorbeeld zonder een thema'se pammetje of een Valium of zo. Hè, want we hebben het nog helemaal niet over supplementen of medicijnen gehad bijvoorbeeld. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen in Nederland die slaapmedicatie slikken. Ja. Slaapmedicatie van de apotheek, voorgeschreven door de huisarts. Wat doet dat eigenlijk met je slaapkwaliteit? Ik vind het heel erg gek dat we dat slaapmedicatie noemen. Ja. Omdat namelijk in principe de meeste medicijnen niet per se het slaapproces bevorderen. Mm-hmm. Zoals het ruimt op AM, diazepam, oxazepam. Themazepam. Ja, de pammetjes. Dan zijn dat, zeg maar, medicijnen die wel, zeg maar, jou. Die zorgen er eigenlijk voor dat je niet wakker bent. Ja. Maar als je dan je slaap zou gaan meten, dan is de vraag: komt diegene met die medicamenten in het lichaam wel daadwerkelijk goed in de diepe slaap? Dan loopt hij al die stappen in een mooie chronologische volgorde. Ja. En dat is antwoord vaak nee. Ja, okay. Dus ze kunnen wel helpen. Op het moment dat iemand niet kan slapen, echt slapeloos is, dan zijn het natuurlijk fantastische middelen om iemand over een drempel heen te helpen. Ja. Dus als een arts dat voorschrijft, dan is dat om een goede reden. Daar mogen we van uitgaan. Maar het is wel zo dat al deze medicijnen, dat die bewezen zijn dat het na 2 weken niet meer werkt. Ja. En dat betekent dat je dus zo snel mogelijk vanaf moet. Dus je kunt ze gebruiken om door een dal heen te gaan. Mm-hmm. Maar dan moet je zorgen dat je iets doet waardoor het lichaam weer de balans heeft herpakt. Ja, ja. En wat voor supplementen kunnen nou helpen bij slaap? Daar ben ik ook wel heel benieuwd naar. Nou, kijk, als mensen niet slapen, dan is de oorzaak nummer 1 is mentale stress. Ja. Je kunt ook kijken van welke stoffen zijn er veel of weinig in het lichaam. Ja. Dus om te beginnen is melatonine cruciaal voor het slaapproces. Ja. Dus melatonine wil je maximaal in het lichaam hebben. Maar dat betekent niet dat je het als supplement wil nemen. Mm-hmm. Dan neem je namelijk de stof melatonine zelf. En dan heb je niks gedaan met de timing. Dus als het via de maag verwerkt moet worden, is de vraag wanneer komt het dan vrij in het brein. Ja. Dat gebeurt nog altijd met het licht. Mm-hmm. Dus waar je belang bij hebt, is door te zorgen dat het lichaam het goed aan kan maken. Mm-hmm. Dus dat betekent licht. Zonlicht op de huid, waarmee het aangemaakt kan worden. Mm-hmm. Gezonde voeding. En eventueel kun je dat ondersteunen met inderdaad supplementen. Door bijvoorbeeld te zorgen dat je de juiste vitamines in je lichaam hebt. Vitamine B9 is nodig, foliumzuur, zink, magnesium. Zink ook voor slaap? Ja. Oké. Absoluut. En magnesium heb je in allerlei varianten natuurlijk. Hè? Dus wat voor soort magnesium zou jij dan aanraden?
Ja, die heb ik behoorlijk op zitten studeren. Omdat als je daar op internet over leest, dan blijkt, zeg maar, dan wordt er heel veel gezegd dat bepaalde vormen van magnesium, zoals magnesiumoxide, wordt niet zo goed opgenomen. Mm-hmm. En magnesium, bijvoorbeeld citraat of bisglycinaat, worden wat beter opgenomen. Maar er is heel weinig onderzoek. Eigenlijk is mijn conclusie, er is niet goed wetenschappelijk onderzoek dat het onderbouwt. Mm-hmm. En er zijn bepaalde branded ingredients die, ja, zeg maar, nu de magnesiumoxides hebben verbeterd. Ja. Waardoor die wel goed opgenomen worden. Dus uiteindelijk... Maar je hebt ook niet echt dus een één antwoord van, nou, je moet magnesium... We zijn net citraat. Nou, ik geloof wel in dat citraat en bisglycinaat beter opgenomen worden. Ja. Maar helaas zijn er geen goede studies die dat onderbouwen. Nee. Okay. Maar eigenlijk kun je ook heel simpel denken. Ja. Als je magnesium te veel neemt vanuit het supplement en het wordt niet goed opgenomen, dan kun je aan de diarree raken en dan weet je precies hoe laat het is. Ja, oké. Okay. Dus ja, eigenlijk is het ook zo spannend niet. Want je moet naar het toilet, je weet ook, oh, misschien heb ik te veel magnesium. Maar het is dus wel zo dat iedere magnesium helpt je voor slaap. Ik heb ook wel eens gehoord, magnesium sommige, is cruciaal. Sommige magnesium is goed voor het ontspannen van de spieren, andere weer voor iets anders. Ja. En ik heb wel eens gelezen dat dus die verschillende magnesiumvormen ook een verschillende werking hebben in je lichaam. Ja, dus daar... het is wel zo dat, stel, je kunt ook magnesium spuiten op de huid, maar daarvan is wel bekend dat het bijna niet op de plekken komt in het lichaam waardoor het slaap zou bevorderen, om het was wel te noemen. Nee, precies. Maar ik slik zelf bijvoorbeeld nu een magnesium supplement waar allerlei verschillende vormen in zitten. Ik dacht, nou ja, dan is het altijd raak. Maar ja, jij hebt het idee dat ze meer hetzelfde doen. Nee. Ik denk dus dat het wel slim is, juist om een combinatie te nemen. Ja. Maar er is gewoon geen goed wetenschappelijk bewijs die dat aantoont van dat het zo werkt. Ja, maar de citraat en de bisglycinaat combinaties, daarvan is wel het idee dat die beter opgenomen worden. Ja. Maar er zijn inmiddels ook magnesiumoxides die goed opgenomen worden. Ja. Dus inderdaad, je zou er op zich prima aan doen door een combinatie te nemen. Ja. Zodat de kans groter wordt dat het bijvoorbeeld in je brein terechtkomt. En heb je nog andere supplementen waar je zegt die zijn interessant om te proberen? Moet je je slaap voor verbeteren? Ja, voor het slapen. Om te ontspannen is bijvoorbeeld theanine is een goed ingrediënt. Ja. Wat uit groene thee komt. Daarmee, daar zijn studies die laten zien dat je daarmee bijvoorbeeld ook heel mooi switcht van de stress brainwave beta naar alpha. Dus je kunt daar wat makkelijk mee ontspannen. Ja. En het bevordert ook slaap. Overdag vitamine D nemen als een supplement. Mm-hmm. Ja, het zal ook zeker helpen om uiteindelijk ook melatonine aan te kunnen maken. Ja. Verder de B-vitamines dus. Dus een brede variatie van B-vitamines. Zink hebben we behandeld. En bijvoorbeeld een lage dosis van valeriaan kan ook helpen. Omdat dat maakt wel dat je kunt ontspannen. Ja. Maar te hoog maakt weer dat je er een beetje drowsy van kan worden. Dus daar moet je wel mee oppassen. Ja, je moet ook nog kijken, denk ik, wanneer je het inneemt, toch? Of dan vlak voor je gaat slapen of in de middag. Of hoe zie jij dat met je supplementen? Wanneer neem jij je supplementen in voor je slaap? Nou, wat ik net noemde, die zijn juist goed om te nemen vlak voordat je gaat slapen. Ja. Maar inderdaad zou je andere, het is die vitamines B, maar kun je ook stellen van of je die nou overdag neemt of 's avonds. Ja. Maakt niet zoveel uit, want uiteindelijk is dat een langzaam proces waarin, zeg maar, de badjes gevuld worden in je lichaam en in je brein. Ja. Dus inderdaad, maar als het gaat om, ik wil mentaal ontspannen, dan is theanine en valeriaan zijn dan wel heel handig. Ja. Magnesium ook, waarschijnlijk neem je dat ook wel vrij snel op, dus dat zou ik ook in de avond nemen. Ja. Ja. Maar als je gesport hebt, is het ook goed om magnesium te nemen. Ja. Goh. Dus, nou, we zijn al even bezig, hè? Het slaap behoorlijk besproken nu, hè? Zeker. Maar eigenlijk hebben we pas 8 uur van de dag gedaan natuurlijk. Hè? We hebben nog 16 andere uren. Ja, misschien klopt. Moeten we daar even ietsje sneller doorheen. Maar we gaan even kijken. Ja. Want je zei net ook nog natuurlijk. We hebben ook nog die andere versnellingen natuurlijk. Ja, hè? Zeker. Ja, maar we hebben eigenlijk nog 3 versnellingen volgens mij. Als ik jou net eens goed herinner wat je zei. En die zijn meer van overdag. Klopt. Wat gebeurt daar dan? Ja, dus als we wakker worden, dan gaan we van die theta brainwave zone, versnelling nummer 2 noem ik dat, komen we eigenlijk als eerste in de alpha brainwave. Ja. En dat is de activiteit van het brein waarin je mentaal ontspannen bent. Ja. Motorisch zijn we handiger als we die brainwaves zien. We kunnen ons goed bewegen. Mm-hmm.
Ja, denk eens voor jezelf na. Heb je wel eens dat je een complex probleem op wil lossen? En dat maar niet lukt totdat je het even helemaal loslaat? Ja, nee, zeker. Het is eerder zo, ik noem dat tegenwoordig vertragen. Hè? Mm-hmm. Zeg maar, toen ik ooit jaren geleden mijn bedrijf begon, was het van nou beter een verkeerde beslissing snel gemaakt, hè, dan te lang gewacht. Ja. Maar tegenwoordig zie ik dat compleet anders. Ja, precies. Ja. En probeer ik eigenlijk juist alle informatie tot me te nemen. Hè? Dat kan data zijn, maar uit een systeem, maar dat kan ook gewoon gesprekken met mensen zijn. Ja. En dan te vertragen en het gewoon wat dagen te laten rusten. En pas dan dan de beslissing te nemen. En dit is letterlijk wat ik bedoel met terugschakelen. Oh ja, ik heb echt ervaren dat de betere beslissingen geeft. Ja. Ja, en dit is ook, kijk, op het moment dat je wakker bent, zit je er eigenlijk over het algemeen nog wel in. Ja. Tenzij er heel erg iets stressvols gebeurt. Maar op het moment dat je ontspannen bent, je bent aan het wandelen. Je bent juist even niet heel erg met je hersenen bezig om ze te kraken. Mm-hmm. Dan zitten we dus meer in die alpha brainwave zone. Ja. En daar zijn we veel creatiever in. Ja. Dus zeg maar, onder de scan zien we dus dat de voorkant van het brein, de prefrontale cortex, dat die rustiger is. Mm-hmm. Minder activiteit vertoont. Ja. Terwijl andere delen van het brein juist meer activiteit vertonen. Ja. Of kunnen vertonen. Bijvoorbeeld de achterkant waar je de visuele cortex zit, waarmee je ziet. Mm-hmm. De zijkant waarmee de motorische cortex ziet. Dus kennelijk is zeg maar deze breinactiviteit van alpha brainwaves. Daarmee zie je dus dat andere delen van het brein de ruimte krijgen om mee te kunnen doen aan zeg maar, de communicatie en de beslissingen. Ja. Ja. Dus, En dan kan je nog weer doorschakelen naar een vierde. Ja, dus heb je dat noem ik de vierde versnelling. Dat is de beta brainwave zone. Ja. Dit noem ik ook wel de versnelling van de professor in ons. Oké, dus je hebt de alpha. En de alpha. En dan ga je naar de beta, de professor. Oké. Okay. En ik noem de alpha trouwens, dat noem ik de versnelling van de hond. Want de hond die is altijd empathisch aan het luisteren naar jou. Die is altijd blij en creatief. En als je de hond uitlaat, kom je er ook makkelijk in. Terwijl een kat je best wel kan afwijzen soms. Dus ja, precies. Is anders, hè? Ik noem hem daarom ook niet de versnelling van de kat. Nee. Maar de hond is gewoon altijd eigenlijk in die alpha brainwave, lijkt het wel. Terwijl op het moment dat wij, zeg maar, de homo sapiens, als wij ons ding doen, dan zijn we natuurlijk alles aan het plannen. We zijn alles overal aan het nadenken. Hmm. We kunnen heel kritisch zijn. Weet je, dit had ik anders moeten doen. En dat ga ik volgende keer anders doen. Ja. Maar dat kritische brein van ons, wat ons heel veel heeft gebracht, hè, begrijp me niet verkeerd. Dit is de versnelling waar we ook helemaal verslaafd aan zijn geraakt. Hmm. Omdat die zoveel voor ons heeft gebracht. Ja. Multitasken. Met elkaar kunnen communiceren. Planmatig dingen doen. Ja. Dat is allemaal de frontale cortex. Wat ons de belangrijke mate de menselijke eigenschappen geeft. Ja. En dan zien we dus vooral die beta brainwave activity. Ja. Versnelling nummer 4 noem ik dat. En dat is ook wel de versnelling van stress. Ah, oké. Okay. Ja, dus als je veel stress hebt, zit je constant in die... Dan zit je in die hoge beta, want dat is ook een range. Ja. Maar inderdaad, hoe hoger je dan in die beta zit, met zeg maar, als er dan negatieve dingen vooral in jouw brein bezig zijn. Mm-hmm. Ja, dan zit je wel in een soort van overdrive modus. Ja. Ik wil niet zeggen dat dat niet gunstig kan zijn. Dat je niet mooie dingen mee kan doen. Mm-hmm. Maar eigenlijk wat ik zie is dat mensen vooral daar te veel in zitten. En te lang in zitten. Ja. Ja. En dan krijg je natuurlijk dat er problemen kunnen optreden. En die vijfde versnelling? Wat is dat een soort, soort van... Dat is een... Ja. Van Captain America, superhero versnelling. Ja. Precies. Daar is, om te beginnen is daar best wel weinig over bekend. Ja. Er zijn weinig studies. En daarmee wordt het ook zomaar fantasie. Technisch wordt het wel echt heel gaaf. De gamma brainwave, dat is even om je een idee te... Dat heet de gamma. Ja, de gamma. Oké, de gamma brainwave. Die heet de gamma brainwave, versnelling nummer 5. En wat zo gaaf is eigenlijk aan die versnelling, dat is één, het is een range van 30 hertz. Dus dan begint het eigenlijk al bijna een toon te worden. Het is bijna niet meer te drummen. Maar dan probeer eens. Nou ja, dus die ik noem het de beta brainwave is echt meer... je voelt het wel dat je gejaagd bent. Ja, dat is de professor. Gewoon ja, de professor. Heel erg in je hoofd, stress. Ja. En precies. En de gamma, dat gaat de echt... Hond, de hond dan even. Oh ja, dus de alpha brainwave. Ja. Dat is ook wel mooi. Als je die hoort, dan klinkt dat meer dit.
dat is een lekker ritme, hè? Daar kan je bijna op dansen. Het is een beetje driekwart. Ja. Dus dat heb ik geleerd van de man Jet Strong, die met dit soort ritmes mensen zeg maar in die alpha state krijgt. Ja. En je voelt de muziek, jij noemde het net al, hè? Dus dat Ave Maria, we zien allemaal dingen terugkomen in muziek, waarmee we al weten dat het werkt voor mensen. Maar muziek zit vol met die driekwarts ritmes. Ja. Het leger marcheert erop, omdat we weten, motorisch kunnen we ons goed bewegen in die alpha brainwave. Ja. We voelen meer groove in ons lichaam. Kortom, dat is niet alleen neuroscience. Het werkt gewoon omdat we het al jaren ook gewoon voelen en weten. Ja. Maar hoe hoger dus die frequenties, op een gegeven moment boven die 30 hertz, dan stijgt hij op een gegeven moment op, wordt het een toon. Ja, ja. Maar eigenlijk wordt het een complete symfonie. Ja. En bijvoorbeeld wat jij net ook al noemde, de monniken in Tibet, die mediteren. Mm-hmm. Als je daar zijn de studies naar gedaan. Als je die in een MRI-scan ligt of in een scan die EEG kan meten, dan zien we echt wel, zeg maar, die gamma brainwave activity heel hoog. Mm-hmm. En eigenlijk kunnen we misschien wel concluderen dat daar nog heel veel ruimte is voor groei, mm-hmm, voor het menselijk brein. Ja, interessant. Dus, bijvoorbeeld wat ik ook, er zijn wel wat studies bijvoorbeeld die laten zien wanneer het misgaat. Mensen die psychotisch zijn, dus die beelden hebben van overdag, die wat betreft anderen niks te maken hebben met de realiteit. Ja. En vaak ook heel erg negatief en angstig geladen. Bij die mensen zien we ruis in die gamma brainwave zone. Hmm. Dus het lijkt er dus op dat hoe hoger we in die frequenties komen, dat in die versnelling 5 vooral die body-mind connection beter en beter wordt. Dus het brein is echt in staat om heel erg connected te zijn met niet alleen eigen body en mind, maar ook met de omgeving. Ja, heel interessant. Want we gebruiken toch ook maar, volgens mij, Leo, 5-10% van ons brein. In ieder geval, dat zijn soms van die getallen die je hoort. Klopt dat? Hebben we dus nog een enorme potentie daar? Vroeger vond ik dat eigenlijk altijd een beetje van wat een onzin. Want als je het brein onder een scan legt, dan zie je dat alles werkt. Ja. Dus dan denk je van, ja, hoe dan? Ja. Maar er zit eigenlijk wel een kern van waarheid in. Die heeft dus alles te maken dat het brein in potentieel kan allemaal dingen nog waar wij nog niet eens weet van hebben. Ja. Laat zo zeggen, als ik alles wat het brein zou kunnen nu in jouw brein aan zou zetten, dan zou je waarschijnlijk helemaal gek worden. Ja. Want dat kunnen we niet aan. Ja. Maar om een idee te geven, als baby's geboren worden, dan staan in principe alle verbindingen nog aan. Ja. En wat we zien is dat het brein, zeker bij de geboorte ook, zie je dat de visuele cortex waarmee we zien, mm-hmm, en de auditieve cortex waarmee we horen, dat er overlap in zit. Ja. Dus stel dat we dat de natuur het van ons zou vragen, of zouden we trainen, kunnen we met het brein zoals dat by design ontworpen is, kunnen we mensen met hun oren leren zien en met hun ogen leren horen. Dat is gewoon neuroscience. Okay. En er zijn, omdat er is overlap in het brein. Yeah. Dus mensen die ook blind zijn, die ontwikkelen hun oren op zo'n manier dat ze daarmee zien. En dat zien we ook letterlijk. Die kunnen ook letterlijk beelden creëren met geluiden. Ah, ja. Met een soort echo of zo. Of hoe, bijvoorbeeld inderdaad vleermuizen doen dat met echo. Ja. Maar dus, het is dus niet alleen zo dat je alleen maar, hoe zeg je dat, doordat je telt of zo, dat je dan weet. Maar het is ook dat daadwerkelijk beelden gecreëerd kunnen worden aan de hand van verschillende geluidspatronen. Mm-hmm. Maar ik noem dat, omdat het geeft gewoon even een kijkje dat het brein allemaal dingen kan die wij helemaal niet hebben en niet benutten. Nee. Maar er worden soms ook mensen geboren die kunnen rekenen als een computer. Ja. En dat is niet alleen vandaag de dag. Dat is al zolang de mens in huidige vorm bestaat. Mm-hmm. Zal de natuur dat gewoon op zijn tijd doen. Dus ook in de tijd van de Egyptenaren en daarvoor, zullen er op zijn tijd wel breinen geboren zijn die konden rekenen als een computer. Ja. Maar de natuur had dat, op dat moment was dat niet handig. Nee. Want je overleeft het niet in het bos als je alleen maar kan rekenen als een computer, toch? Als je ook een beetje kan jagen, dan wel. Hè? Dus, dan zou het kunnen helpen. Maar als je geen spieren hebt en geen skills hebt om die pijl en boog te bedienen, dan kom je met een rekensom, kom je vaak er niet uit als je vecht met een beer.
Nee, dat klopt. Bij mij op school waren er dus ook een aantal mensen met een fotografisch geheugen. Ja. Maar die konden ook prima sporten. Dus, ja. Nee, precies. Dus dat kan zeker helpen. Ja. Maar de vraag is inderdaad of die twee dan ook met elkaar te maken hebben. Maar sommige breinen zijn inderdaad beter ontwikkeld dan andere. Dat kun je ook stellen. Ja. Er staan meer verbindingen aan. Dus meer connectie. Nou, en die... denk jij dat er meer van dit soort dingen... Hè, zien we dat tegenwoordig dan vaker? Van die... die hele bijzondere... breinen eigenlijk. Hè? Mensen met bijna bijzondere gaves. Zien we dat steeds vaker zich ontwikkelen? Die mensen in die gamma staat? Nou, dus de gamma state... is niet per se alleen maar mensen met bijzondere gaven. Nee. Maar dus zien we dat vaker. We zien het sowieso vaker. Maar dat wil niet zeggen dat het vroeger er niet ook was. Terwijl we het niet zagen. Ja. Dus ik denk dat, zeg maar... Bij trial en error heeft de natuur altijd wel, zeg maar, zo nu en dan iets op aarde gezet. Wat bijvoorbeeld goed kan rekenen. Ja. Maar misschien was het sneller uitgestorven. Dus bijvoorbeeld ook autistische mensen die savant zijn. Dat zijn dus mensen met speciale gaves. Ja, die werden vroeger eerder gewoon, als ze niet al afgemaakt werden, overleefden ze niet. Want ze werden niet ondersteund. Ja. Ja. Dus we hebben heel veel skills... niet de kans gegeven om te ontwikkelen. Dus ik geloof er wel in dat vandaag de dag... zijn er veel meer breinen die geboren worden... die nu wel de kans krijgen om zich te ontwikkelen. Ja. Dus inderdaad, als iemand briljant kan rekenen... maar niet voor zichzelf kan zorgen... is de kans groter dat hij vandaag de dag overleeft... dan een paar eeuw geleden. Ja. Dus inderdaad denk ik wel dat nu dat de ontwikkeling veel harder gaat. Ja. Maar wat interessant is eigenlijk aan die brainwave activity, dus vooral die gamma brainwave zone, is ook dat je ziet dus dat het niet alleen maar in de anatomie zit. Dus oftewel heb ik een bepaald onderdeel in het brein, heb ik dat? Ja. En is er een fysieke verbinding altijd hardwarematig aanwezig? Mm-hmm. Kennelijk kan het brein in zo'n verschillende breintoestand ervoor kiezen om bepaalde wegen wel of niet te benutten. Ja. En daarom kan het bijvoorbeeld in diepe slaap... kan het alleen maar de processen doen van je immuunsysteem boosten... en gezondheid fixen eigenlijk. Dat kan vooral in die staat. Dat kan dus niet zo goed overdag. Ja. Terwijl die onderdelen zijn er wel in het brein. Maar je schakelt eigenlijk. Mm-hmm. Dus je zet andere elektriciteitsnetwerken benut je, om het zo maar te zeggen. Maar hoe kan je dan doorschakelen naar die vijfde versnelling? Hoe werkt dat dan? Ja, dat is dus met name kan dat inderdaad door te mediteren... Dus door mediteren is eigenlijk de beste manier, denk ik, om dat te doen. Ja. Ja. Maar ook gewoon, wat ik zie is dat mensen die niet goed schakelen tussen die andere vier versnellingen, dat die dus eerder een probleem krijgen in die vijfde versnelling. Ja. Dus op het moment dat je altijd maar jakkert in je beta-versnelling, de vierde versnelling, en altijd te weinig slaapt, dan kan het wel eens veel moeilijker zijn om het brein te ontwikkelen en in die gamma range te gebruiken. Ja. Ja, interessant hoor, Leo. Hey, en wat zouden we nou als werkgever hier aan kunnen bijdragen? Ja, om te beginnen wil je dat je werknemers, nou, als ze doen wat ze leuk vinden, dan is dat zeg maar al heel positief, omdat ze daarmee gewoon lekker in hun vel zitten en misschien 's avonds ook minder neiging hebben om zeg maar. Ja, dingen te doen die misschien niet gezond zijn voor ze, maar waar ze zich even prettig van voelen. Bijvoorbeeld te veel alcohol nuttigen, te lang series kijken, dat soort zaken. Dus kijk, iedereen is natuurlijk helemaal vrij. Hè? Dat is, hè, mensen werken zo'n 8 uur bij je. En ook dan zijn mensen eigenlijk natuurlijk helemaal vrij om te doen wat ze willen. Als mensen snoep willen eten, moeten ze het gewoon zelf weten natuurlijk. Ja. Hè, maar in die 16 uur, hè, dat mensen niet op kantoor zijn of in de zorginstelling of waar ze dan ook werken. Op wat voor manier kan je mensen nou eigenlijk inspireren om bijvoorbeeld wel... echt op die slaap te gaan letten. En daarin gezonde keuzes te maken. Want ik denk dat een enorm effect heeft natuurlijk op werkprestaties. Maar eigenlijk gewoon, ik geloof dat het heel veel effect heeft. Ook op mensen hun algehele geluksstatus. Absoluut. Als je goed slaapt. Nou, ik geef hier workshops en keynotes over. En ik zeg vaak in het begin van...
wat wil iedereen? De tips en de tricks. Ik zeg maar, als ik nu de laatste slide laat zien waar alle tips en tricks op staan, dan zullen de meesten zeggen, oh, dat weet ik wel, dat geldt voor mij niet en dat ga ik allemaal niet doen of ik heb er geen zin in of het werkt niet. Ja. Maar juist vanwege de hele reis die ik met ze doormaak, waarmee ik ze inderdaad echt tot op het bot motiveer en inspireer waarom slaap belangrijk is, hoe het werkt. Dan heb ik ze pas geopend om daadwerkelijk ook echt met ze te kunnen bespreken van wat is het dan eigenlijk precies. Ja. En dan ga ik steeds meer verder op van hoe doe je het dan optimaal. Ja. Dus welke beren op de weg wil je wegnemen om uiteindelijk te kunnen komen tot optimaal slapen. Ja. Dus vooral, ik heb vaak gewoon een workshop nodig of een keynote om ze mee te nemen door die reis. Ja. En waar kom je dan op uit? Ja, ook als werkgever heb je er gewoon belang bij. Als je werknemers fit en vitaal zijn en mentaal in balans, dan is dat waar je het meeste belang bij hebt. Ja. En dat doe je door ze te helpen naar 1, gezonde voeding. Te zorgen dat ze inderdaad, als ze elke dag op tijd bed gaan, heb je als werkgever heel veel belang bij. Want een werknemer bijvoorbeeld die maar 4 uur heeft geslapen ten opzichte van een werknemer die 8 uur heeft geslapen. Je hebt gewoon te maken met een werknemer die 4 uur heeft geslapen, die presteert net zo belabberd als iemand die voor de wet dronken is. Ja. Oh, dus, ja met een promillage van 0,5, waarin je met een hele dikke rode vlag en een vette bekeuring van de weg afgehaald wordt. Ja. Er is een studie in Australië die heeft laten zien dat slechts 4 uur slaaptekort in 1 nacht, en dat is hetzelfde als 4 nachten achter elkaar 1 uurtje maar missen, dat ze dus op testen net zo slecht presteren als iemand die dus voor de wet dronken is. Ja, ik vind het eigenlijk ook dat we als werkgevers, ik denk dat jij dit met me deelt hoor, maar dat vind ik eigenlijk dat we als werkgever gewoon een taak hebben, hè, om dit soort kennis over slapen, die er toch heel veel is, om dat dus op een inspirerende manier te delen met, met de mensen die bij een organisatie werken. Zeker. En uiteindelijk is het aan iedereen zelf om ermee te doen wat ze willen. Ja. Maar het is wel denk ik aan werkgevers om het in ieder geval aan te bieden. Ja. Hè? En, klopt. Mensen bewust ervan te maken. Want heel bewust. Ik bedoel, 3 jaar geleden wist ik er ook nog heel weinig van. Hè? Dus dat is gewoon zo, Nou ja. Ja, precies. Ik was echt bewust, want uiteindelijk gaan ze het niet voor iemand anders doen. Zo simpel is het. Ja. Dus ze moeten het voor zichzelf doen. Dus ze hebben gewoon een inzicht nodig waarom het voor hun zelf echt een voordeel biedt. Ja. Daar kun je Leon, een allerlaatste vraag die ik je wil stellen. Wat is het nou dat je in ieder geval soms, dat je eigenlijk vaak 's ochtends wakker kan worden met het gevoel van nou, hoppakee, ik ga vandaag echt gezond die dag in. Ik ga het fantastisch doen. Maar dat je toch weer met die zak chips op de bank belandt 's avonds om 8:30. Ja. Ja. Dat was je 's ochtends echt niet van plan. Je zou het nu echt niet weer doen. Nee. Hoe kan dat? Ja, dat kunnen nogal verschillende redenen zijn. Maar 1, je brein werkt gewoon met triggers en cues. Op het moment dat jij dus in de ochtend, is het niet normaal dat je een zak chips neemt. Je doet het nooit, maar er is gewoon een habit. En zodra je bijvoorbeeld 's avonds thuis komt, de lichten zijn misschien wat gedimd, je ziet de televisie staan, dan heeft je brein al zo'n moment van, oh wacht even, dit is ook een moment dat chips altijd lekker waren. Dus dat is letterlijk een habit die gecreëerd is. Ze hebben een soort van Pavlov effect. Ja. Dat je daardoor dan die zak chips ziet en dan kun je er bijna niet omheen. Ja. Dus die trigger en die cue, die maken dat je dan denkt, oh, nu moet ik die zak chips hebben. Ja. Dus het gaat eigenlijk gewoon om heel veel mooie, nieuwe, goede habits bouwen. Ja. Hè? Om die slaap te pakken. Ja. Maar ook sommige habits vervangen. Exact. En kijk, ik geloof echt in inspireren en motiveren is heel belangrijk. Maar uiteindelijk zijn het wel de gewoontes waarmee je daadwerkelijk ook echt komt tot de verandering. En ook gezonder wordt en blijft. Ja. Dus die moet je verankeren en oefenen en blijven doen. Toch ook een beetje discipline dan? Heel veel discipline. Uiteindelijk is het allemaal discipline. Gewoon elke dag doen. En dus dat doe je ook dus inderdaad door, als je geen zin hebt om naar de sportschool te gaan. Nou, misschien is dat het moment dat je juist naar de sportschool moet. Ja. Nou, Lea, onwijs bedankt voor dit gesprek. Graag gedaan. En jij ook bedankt. En alle mooie dingen die je met ons gedeeld hebt. Echt super. Om hier te zijn. Thanks. In deze mooie omgeving. Het was super. Dank voor het gesprek. Dankjewel, man.